Goedenavond, collega's. Goedenavond, ICT-ploeg. Goedenavond, algemeen directeur en onze financieel directeur. Nu al bedankt voor uw geapprecieerde ondersteuning bij de Raden van vandaag. En ook u welkom, medeburgers, op de openbare zitting van deze Raad voor Maatschappelijk Welzijn. En alvast ook welkom straks op de openbare zitting van de gemeenteraad. Even in de marge, collega's. Collega Ronnie Korthout is verontschuldigd op de gemeenteraad en op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van vandaag. Naar einde jaarlijkse gewoonte, collega's, zal vandaag de OCMW-raad, of beter gezegd de OCMW-raadsagenda, voor de gemeenteraadsagenda worden afgehandeld omwille van de motivering die hier achteraan op de slides is weergegeven, op de slide hier achter mij is weergegeven. Graag geef ik ook nog even mee dat traditiegetrouw na de afhandeling van de agenda van de raden een goed glas wordt aangeboden aan iedereen hier aanwezig op het einde van de zittingen, zodanig dat we nog eens informeel van gedachten kunnen wisselen voor 2023 eraan komt. Bij deze collega's open ik dan ook de Raad van Maatschappelijk Welzijn van 19 december 2022 met de goedkeuring, traditiegetrouw, van de ontwerpnotulen van de vorige raad, de raad van 21 november 2021. Ik vermoed dat er geen... Ik zie instemmend geknik. Dan kunnen we hierover stemmen. Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Dan gaan we over naar het tweede punt, collega's van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn, de aanpassing van de prijzen maaltijden aan huis. Aanpassing conform artikel 3, paragraaf 2 van het reglement voor de dienst maaltijden aan huis. Reglement dat al ingang vond in 2021. Ik vermoed dat hier geen vragen rond zijn. Dan kunnen we meteen tot goedkeuring overgaan. Eenparig. Dank u, Tina. Volgend punt, collega's. Het advies met betrekking tot uitbreidingsrondes kinderopvang voor baby's en peuters. Misschien voor een goede duiding van dit punt. In bijlage bij dit punt vindt u de modaliteiten waarbinnen die aanvragen van mensen die aanspraak doen of kinderopvangaanbieders. In de bijlage vindt u de modaliteiten waarbinnen die aanvragen worden afgehandeld. Dus dat is eigenlijk het voorwerp van dit agendapunt, de goedkeuring van die modaliteiten tot advies. Ik vermoed dat hier omtrent geen vragen zijn. Dan kunnen we weer overgaan tot stemming. Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. En dan het belangrijkste punt van de agenda voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van vandaag, de herziening 4 meerjarenplan 2020-2025. En dat punt gaat uiteraard voorgesteld en toegelicht worden door de voorzitter van het bijzonder comité Sociale Dienst, Elke. Elke, u heeft het woord. Ja, zoals jaarlijks geef ik een korte toelichting wat betreft de belangrijkste punten voor 2023, wat betreft het OCMW.
We hebben natuurlijk een aantal dingen moeten meepakken die jullie waarschijnlijk niet vreemd zijn. Vanuit het OCMW hoppen wij van de ene crisis naar de andere crisis, wat ongezien is. Ook mijn collega's die al jaar ervaring hebben met OCMW zeggen dat ze dat nog nooit hebben meegemaakt. We zijn van corona naar Oekraïne gegaan. Dat loopt natuurlijk nog altijd. De energiecrisis heeft ook een belangrijke impact op de werking van het OCMW. Ja, we zien een stijging van de armoede. Je zal dat zelfs ook zien bij de cijfers van het aantal leefloners of het bedrag dat we voorzien voor leefloon. Dat is echt een stijgende lijn. Wij hebben in de Kempen ook de oudste bevolking. Wij zitten, dacht ik, aan een 35%, 65-plussers, wat dat echt wel veel is. En dat houdt natuurlijk in dat er ook moet op ingezet worden. Dat betekent ook, als je veel meer oudere mensen hebt, dat de stijging of het percentage van personen met dementie ook stijgt, een hogere zorgbehoevendheid er ook is. En ook die vereenzaming, niet alleen bij ouderen, maar toch ook wel sterker bij ouderen speelt en dat we daar verder op inzetten. En dan een ander punt is natuurlijk dat wij ook vanuit het OCMW worden geconfronteerd met een stijging van bouwprijzen, wat dat een effect heeft op de projecten die we hebben lopen. Ja. Dus naar onze meest kwetsbare mensen van Herselt. Ja, wij voorzien in de budgetten voor 2023 een stijging in de kosten van de steunverlening. Zoals ik zei, de leeflonen zijn aan het stijgen, energietoelagen zijn aan het stijgen. Dus we voorzien daar ook de nodige budgetten. Een deel is ook wel gesubsidieerd, dat staat, het staat er hierbij. Dus 65% van onze gewone leeflonen zijn gesubsidieerd. En een 125% van onze equivalent leeflonen voor onze Oekraïense vluchtelingen zijn ook gesubsidieerd. En dat zorgt ervoor dat wij van dat extraatje boven die 100% kunnen wij iemand inschakelen van onze medewerkers. Die krijgt meer ruimte om als tolk te werken. Dus we hebben een mevrouw die de taal machtig is en die de sociale dienst helpt in de contacten met onze Oekraïense mensen. De eerste lijnspsycholoog, dat blijft natuurlijk verder lopen. Dat loopt goed. Wij krijgen de mensen tot daar. En het is niet dat wij een gigantische wachtlijst hebben. Mensen moeten ook niet lang wachten. De verslavingskoepel heb ik een van de vorige keren denk ik wel toegelicht. Dat moet ook nog verder uitgewerkt worden. Dat is samen met Hulshout en Westerlo dat we dat doen. De foodsavers, dat gaat iets nieuw zijn. Wij dachten daarmee te starten in januari, maar praktisch gaat dat nog niet, omdat dat een heel organisatie vraagt. En binnen het OCMW hebben we op dit moment de ruimte niet om al die middelen te bewaren. Dus wij gaan in onze voedselpakketten naar verse groenten, vers fruit, vers vlees. Maar we hebben die ruimte nodig, dus we wachten tot het dienstencentrum klaar is. En dan gaat de voedselbedeling van daaruit gebeuren en dan hebben we daar ook het nodige materiaal. Dus dat is voor vanaf de zomer, ofwel tweede helft 2023. En dan zetten we ook in op e-inclusie samen met de bibliotheek en samen met de 6 besturen van de Zuiderkempen, waar we gaan proberen om de mensen die nog niet zo digitaal vaardig zijn toch nog wat meer op weg te helpen. Veel van die gelden rond e-inclusie zijn allemaal gesubsidieerd vanuit Vlaanderen. Ja. We zetten natuurlijk ook stevig in op Zorgzaam Herselt en de Zorgzame Buurt. Dit jaar is Zorgzame Berchem gestart. We hebben daar subsidies voor 2 jaar, wat alles tezamen 80.000 euro is. Dus 2 keer 40.000 euro, dus volgend jaar loopt dat door. Dat is iets dat vrij goed loopt. We kunnen daar de mensen bereiken die we via andere wegen niet kunnen bereiken. Dus dat zit wel goed. Herselt, kom uit je schelp, dat gaan we nog verder doen. Kort gezegd is dat een project dat we samen doen met Thuiszorg Kempen, waar we verzorgende inzetten bij mensen die vereenzaamd zijn en waar we zo proberen die mensen terug buiten te krijgen. De babbellijn gaan we terug een boost proberen te geven en Hoppler blijft natuurlijk ook lopen. Dan het dienstencentrum Varenwinkel. Dat gaan we openen in de zomer van 2023. Ik heb de budgetten er nog eens naast gezet. Dus een 1.868.000 euro zal dat in totaal gebudgeteerd zijn. Waar dat we VIPA-subsidies natuurlijk ook rondkrijgen van een 581.000. Dan hebben we het zusterhuis van Berchem. Daar zitten we
helemaal nog niet zo ver. We hebben de budgetten al wel voorzien. Dus een 2,5 miljoen wordt voorzien. Is niet alleen antennepunt, maar een belangrijke is daar ook de buitenschoolse kinderopvang. Die gaat verhuizen naar het nieuwe gebouw. Ook daar gaan we subsidies krijgen waarschijnlijk van het VIPA. Een 285.800. En wij gaan daar ook appartementen boven het zusterhuis bouwen. Wat wij schatten dat een opbrengst gaat zijn van 550.000 euro. Er is één ding dat we geschrapt hebben in de werking van het OCMW. Voor de rest hebben we eigenlijk alles kunnen behouden. Wij hebben beslist om een noodwoning te schrappen omwille van budgettaire reden. Waarom? Ook omdat we al een extra noodwoning hebben gecreëerd. We hebben een heel goede samenwerking met het woonzorgcentrum. En samen met hen hebben we een woning die we van het woonzorgcentrum huren en die we nu gebruiken als noodwoning. Dus ja, samengevat voor het OCMW. Ja, we hebben een toenemende armoede. Ik denk dat iedereen daar al overal wel van gehoord heeft. Wat dat natuurlijk zorgt voor een stijgende kosten in de steunverlening. Dat is een belangrijke. Het tweede is dat we wel blijven inzetten op die buurtgerichte zorg via allerlei initiatieven. Zorgzaam Berghom zit daarbij. Het dienstencentrum is natuurlijk een belangrijke. Het zusterhuis, maar we gaan ook kleinere initiatieven daar rond doen. En we blijven verder inzetten op psychosociale ondersteuning via de eerste lijnspsycholoog, verslavingskoepel. En ICAN is een project waar we mensen die moeilijk te activeren zijn, begeleiden in samenwerking met een andere organisatie, Arctos en Emino, waar dat ze eigenlijk met de mensen een beetje een buddywerking met de mensen op stap gaan en zo zorgen dat zij stilletjes aan ook naar de werkstelling kunnen gaan. Voilà. Vragen, collega's? Ik zie geen vragen opduiken, dan kunnen we overgaan. Luc, je hebt het woord. Ja, staat hij op? Ja? Ja. Sorry. Geen vragen, maar wel een mededeling van ons entwege. Er is een verband natuurlijk met dit budget of dit meerjarenplan en het andere, onder andere wat de financiële kant betreft. We willen toch heel uitdrukkelijk zeggen dat we ook heel goed beseffen dat het inderdaad extreem moeilijke jaren geweest zijn en wellicht nog zullen komen. En we willen ook onze waardering uitspreken voor zowel het beleid als alle mensen die daar actief zijn. We hebben een heel positief gevoel bij de werking van het OCMW-gebeuren. Wat niet wegneemt dat we ons toch wel vragen stellen bij het luik van de gebouwen die gezet worden en gaan gezet worden en vooral het kostenplaatje. Daar hebben we niet het gevoel dat dat goed aangepakt is. En ook de financiële kant, u kent onze toegevoegde agendapunten. De financiële kant hangt natuurlijk ook samen met de mate waarin dat de belastinginkomsten zullen verhoogd worden of niet. Dus daar is ook een randbemerking bij. Wij gaan tegenstemmen voor dit agendapunt, maar we willen toch wel onze waardering voor het overgrote deel van dit werk uitspreken, want dat is bijzonder positief. Waarvoor dank. Oké, bedankt Luc voor uw tussenkomst. Dan kunnen we overgaan tot stemming. Collega's. Samengevat, tegenstem van de CD&V plus 2230-fractie. Goedkeuring mensen met mensen, goedkeuring groen herstelt en goedkeuring N-VA-fractie. Dank u, Tina. Dit punt is dus goedgekeurd, collega's. En dan sluit ik de openbare zitting van de OCMW-raad en open ik de openbare zitting van de gemeenteraad. Eens te meer met de goedkeuring van de ontwerpnotulen van 21 november 2022. Ik vermoed dat hier geen bemerkingen zijn. Dan kunnen we overgaan tot stemming.
Eén paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Dan gaan we over naar het tweede punt. Toelage politiezone Zuiderkempen 2023. En de duiding is op de slide zo kernachtig mogelijk weergegeven. Met op de achtergrond forse stijging personeelskosten, 5 loonindexaties in 2022. En onduidelijkheid en laat-tijdigheid van de federale betoelaging. We hebben dat op de politieraad nog eens mogen horen, de laatste politieraad. Dus dat het bijzonder moeilijk is om een budget op te maken, in acht genomen dit gegeven. Zijn hier vragen omtrent, collega's? Geen vragen? Dan kunnen wij tot stemming overgaan. Eén paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Volgend punt, collega's. Ik vermoed dat hier weinig vragen zullen rond reizen. Het is een quasi status quo ten opzichte van 2022, die toelage brandweerzone. Bart zal dat graag beamen, denk ik. Geen vragen, dan kunnen wij overgaan tot stemming. Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Aanpassing meerjarenplan AGB 2020-2025. Zijn hier vragen omtrent, collega's? Geen vragen. Is uiteraard al behandeld op het AGB. Dan kunnen we overgaan tot stemming. Onthouding van de CD&V plus 2230-fractie en goedkeuring vanwege Mensen met Mensen, N-VA-fractie en Groen Hersteld. Dank u, Tina. Dit punt is dus goedgekeurd. Prijssubsidiereglement AGB 2023 in het kielzog van het vorige punt. Ik vermoed dat hier geen vragen zijn en dat wij tot stemming kunnen overgaan. Een paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Dan het volgende punt, herziening 4, meerjarenplan 2020-2025, de hoofdbrok van vandaag, waaromtrent we meteen het woord geven aan de burgemeester Peter. Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, goedenavond. Toch even nog het wettelijk kader situeren van het meerjarenplan, de herziening. Twee luiken eigenlijk. Enerzijds dient er jaarlijks een formele vaststelling te gebeuren van de kredieten voor het komende jaar. Dat lijkt mij evident. En anderzijds ook is het momentum om eens te kijken van volstaan onze kredieten, of zijn de veranderende omstandigheden ingecalculeerd en moeten we gaan herschikken. Dat is eigenlijk toch een belangrijk wettelijk kader dat ik toch eerst even wilde meegeven. Eigenlijk kunnen we vrij kort zijn over het doelstellingenplan. Het doelstellingenplan, zoals dat je weet, bestaat uit actieplannen, doelstellingen uiteraard, actieplannen en acties. En laat maar zeggen, het grote nieuws is dat er geen nieuws is. We kunnen alles behouden zoals voorzien in ons meerjarenplan bij aanvang van de legislatuur. Alles blijft behouden. Er zijn enkele hier en daar wat accentverschuivingen of nieuwe opportuniteiten die op de weg kunnen komen. Maar eigenlijk is de belangrijkste boodschap, dat is meteen het grote nieuws, dat er geen nieuws te vermelden is met betrekking tot de doelstellingennota. Zeker gegeven de omstandigheden. Daar komen we nu in de volgende slide op terug.
Ja, zoals daarnet al door Elke aangegeven, ik hoef die kadering van corona en Oekraïne niet te herhalen. Maar ik wil wel nog eens opsommen welke consequenties dat heeft. Hè. Die inflatie en de verschillende indexaanpassingen, dat zie je ook in die cijfers, dat heeft een bijzonder grote impact. Ik zal die zelfs eens cijfermatig toelichten. De werkingstoelage politiezone Zuiderkempen, net door de gemeenteraad goedgekeurd. De energiekost, alle materiaalprijzen, dat gaat niet alleen over de bouwkostprijzen, maar alles wat je vandaag aankoopt, is duurder geworden. En tenslotte ook de rentekosten. Wat betekent dat eigenlijk puur aan binnen en buiten? Want ik heb vandaag wat posts zien verschijnen op internet waar enkel de inkomsten van een gemeente worden opgesomd, maar er zijn ook uitgaven. Maar laten we toch maar beginnen met die inkomsten. De inkomsten, en dat is voor de hele periode 2022-2025, aanvullende personenbelasting zal er ongeveer een 3.573.000 euro extra binnenkomen bij de gemeente. De opcentime zal ongeveer een plus opleveren van 1.020.000 euro. En dan zijn er nog de toelagen die Vlaanderen voorzien heeft voor personeel en energie. En dan zie je, dat is eigenlijk vrij marginaal, maar het is toch wat het is. Is 545.000. Dat betekent dat je totaal hebt extra inkomsten in die periode tot en met 25, 5.138.000 euro. Nu bestaat het gevaar dat je je rijk rekent. En dat is denk ik wat er vandaag op internet gepost is, want niks is minder waar. Er zijn ook uitgaven. En laten we die maar eens benoemen. En ook met bedragen benoemen. De personeelsuitgaven die zullen stijgen in diezelfde periode met 2.350.000 euro. Eigenlijk gaat het over 2.900.000, maar er wordt ongeveer 300.000 euro bespaard door pensioneringen niet te vernieuwen of niet te hernemen in diezelfde functie. Dat heeft ook te maken met het dienstverleningsconcept, waar we zeggen van meer mensen moeten of minder mensen moeten meer kunnen doen. Dat is ook de vraag in het kader van het dienstverleningsconcept. En er is ook nog even een opschorting van het storten in het pensioenfonds ten belopen van 2,50. Dat betekent dat we toch nog geconfronteerd worden met 2.350.000 euro extra personeelsuitgaven, indexaanpassingen. Politiezone Zuiderkempen, zoals net aangegeven, 900.000. Energiekost, 1.050.000, komt erbij. Dat is dan, als we exclusief AGB rekenen, 710.000 euro. En de rentelasten die moeten we ongeveer op 408.000 euro begroten in diezelfde periode. Dat betekent dat we daar alleen al aan 4.708.000 euro zitten. Er is nog niks gebeurd. Hè? Er is nog geen schop in de grond gestoken. Er zijn nog geen bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Maar dit is al de balans door inflatie, indexaanpassingen en bouwstof of bouwgrondstoffen. Als we die bouwkost daarbij tekenen of bij inschrijven qua investeringen, dan moeten wij een plus stellen van 1.156.000. Ik wil toch even terugkoppelen op daarnet. Er werd gezegd van er is een onthouding of een tegenstem zelfs van CD&V 2230 voor wat betreft de inhoudelijke keuzes die het OCMW of de Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met lokale dienstencentra. Ik denk dat het van in het begin geweten is dat deze of dit bestuur duidelijk gekozen heeft voor het investeren in de deeldorpen. Jullie weten dat in deze site is er meer dan 9 miljoen geïnvesteerd in Herselt Centrum, terwijl wij investeren in de deeldorpen. Ik vond dat ook belangrijk om dat bijkomend te melden en ook gericht geïnvesteerd in de deeldorpen. Goed, zullen we de plussen en de minnen eens samentellen? 5.138.000 komt erin, 5.008.000 gaat eruit. Dat betekent dat je in diezelfde periode, en het staat bewust in het rood, 726.000 in het rood gaat. Dat zijn de naakte cijfers. Niet meer, niet min. Dus extra inkomsten, goed, goed berekend, maar er zijn ook extra uitgaven. Ik wil nog even dieper inzoomen op wat het overwegingskader van het huidige bestuur is geweest met betrekking tot de bouwkost. Want ik heb ook in deze raad, maar ook evengoed in de raad van bestuur van AGB, terechte opmerkingen gehoord van ja, hoe zit dat met die bouwkost? En misschien dat de toekomst wel beterschap brengt. Misschien is het goed om te temporiseren, even inhouden en dan terug een openbare aanbesteding doen. Nu, de historiek leert ons, en zeker de toekomst, daar kom ik zelfs op terug, dat die bouwkost effectief exponentieel ontploft is. Dit is de grafiek die de lonen in de bouwsector vertegenwoordigt.
Als je ziet dat in de periode van 2012-2019, de vorige legislatuur, heb je over een hele periode 8%, dat er een stijging van 8% te noteren valt. Nu hebben we 10% op 12 maanden. Daar kom ik zelfs op terug. Als het gaat over de bouwprijzen zelf, vergelijking met vorige legislatuur, over de hele periode een stijging van ongeveer 6%. Nu tussen mei 2020 en juli 2022 een stijging met 86%. Vandaag is dat iets afgezwakt naar 76%. Maar eigenlijk worden de prijzen verwacht terug te stijgen vanaf 1 januari 2023. Dat is eigenlijk een beetje het overwegingskader, samengenomen ook met wat M-Build, dus toch wel de grote koepel van de bouwnijverheid. Die maken een prognose tot ongeveer 2025 en die zeggen dat er ongeveer nog voor 5 miljard investeringen van lokale overheden klaar ligt om uitgevoerd te worden. Nu, gezien de verschillende gemeentelijke begrotingen, zal er hier en daar zeer zeker geschrapt worden. Maar het zou een illusie zijn om ervan uit te gaan dat het dermate naar beneden gaat in die investeringen, dat de bouwprijs of de bouwkost of de investeringskost naar de toekomst toe zal zakken. Dus dat is geen, laat maar zeggen, geen goed idee om bepaalde investeringen uit te stellen. Los van dat zijn er nog andere variabelen. Bovenaan staat financiering brandweer. Voor degenen die weten of niet weten, maar binnen de brandweerzone Zuiderkempen zullen er, of binnen de brandweerzone Kempen moet ik zeggen, niet Zuiderkempen, zullen er in de volgende legislatuur toch belangrijke oefeningen, financiële oefeningen moeten gemaakt worden in het kader van een nieuw personeelbehoefteplan en alles wat dat daar rondhakt. Dat is een belangrijke oefening. Tweede bullet staat daar toekomst van welzijnszorg Kempen. Welzijnszorg Kempen heeft het vandaag financieel moeilijk. Heel moeilijk eigenlijk. En er zijn toch in de laatste maanden van dit jaar een aantal gesprekken geweest, partijoverschrijdend, om te bekijken op welke manier dit toch belangrijk orgaan binnen de Kempen zijn activiteiten kan blijven doen. Maar het zal met extra uitgaven voor gemeenten moeten gekoppeld worden, of daaraan gekoppeld worden. Maar ik denk, maar dat is dan een persoonlijke noot, dat het ook met een kritische blik op de organisatie en de werking zelf zal moeten gaan. Maar dat is een onzekerheid, een variabele. Ja, andere nog onbekende, de evolutie van de inflatie, de evolutie van de rentevoeten, de oorlog in Oekraïne, hoe gaat dat verder escaleren? We hadden denk ik nooit verwacht dat de Oekraïne-oorlog in die mate nog altijd zou blijven duren. Dat die ooit is begonnen, was al zelf een, laat maar zeggen, een onvoorzienbaarheid. Het gemeentefonds, dat stijgt wel met 3,5% per jaar. Maar als de inflatie stijgt met 11%, dan kom je niet toe met je 3,5%. En dan zijn er nog de overwegingen die dit bestuur gemaakt heeft om te zeggen van goed, het is voor iedereen moeilijk. Dus daar waar we zouden bepaalde tarieven kunnen verhogen, hebben we bewust gekozen om die niet te verhogen. Dus de prijzen voor deelname aan activiteiten blijven behouden, de huur van zalen enzovoort, niks aan gewijzigd. En we willen, en dat is toch ook een belangrijke, de toekomst veiligstellen, ook na 2025. Je weet dat we naderen langzaam einde legislatuur en er is toch een algemene ongeschreven regel dat een zetelend bestuur toch waakzaam is over de uitgaven die een komend bestuur zouden hypothekeren. En dat is een heel belangrijke, dat wij toch in belangrijke mate voor ogen houden. Goed, kort samengevat, het overwegingskader, buitenkomen samen zijn door corona, dat gaan we bestendigen. Daar zitten heel veel beleidskeuzes die die rode draad ook zichtbaar maken. Het letterlijk verbinden van mensen, die voetpaden, fietspaden, die blijven mensen verbinden. Maar ook een jeugdhuis verbindt de jeugd. Zorgzaam Berchem als project zijn allemaal mensverbindende factoren. En dat zal u ook terugvinden, nog altijd, als rode draad in de keuzes. Gezonde gemeente. Als een gezonde gemeente het goed wilt claimen, dan moeten ze bewegen. En daar gaan we dus via het mega-buitenspeelplan zorgen dat op verschillende vlakken er kan bewogen worden in onze gemeente. En tenslotte, onze groene identiteit willen wij nog blijven versterken. Zoals je weet is maar 20% of iets meer misschien ondertussen bebouwd in onze gemeente. Dat is een unicum. Dus laat ons dat verder behouden en inzetten op dat groene karakter van onze gemeente.
Toch nog voor alle duidelijkheid, die graduele verlaging die voorzien is in het begin van de legislatuur, die blijft behouden. Ik heb ergens gelezen dat we de belastingen gaan verhogen. 2022 7,4, 2023 7,4 en dan zie ik 7,3 en 7,3 zijn. Maar dat zal ongetwijfeld nog uitgelegd worden. Maar dus goed, dit scenario betekent eigenlijk over de periode 2021-2025 een belastingsvermindering van 1.096.000 euro. En dat is een feit. Samengevat. Kort en bondig, we handhaven dus het geplande investeringsbeleid en stemmen verder af op de veranderende omstandigheden, de veranderende realiteit. En we zijn ons bewust dat die nog zal veranderen op 2 jaar tijd. We blijven zoals voorzien verder investeren in ons openbaar domein en in het materieel om dat te onderhouden. En als het gaat over belastingen, als wij ergens kunnen aan belastingen iets doen, dan zullen we dat doen. Maar er is een belangrijk, of er zijn belangrijk, 2 belangrijke elementen in dat overwegingskader. 1. Het moet gebeuren binnen een wettelijk kader. En 2. Hebben we het daarnet al herhaald. De mogelijkheden van een volgend bestuur mogen op geen enkele wijze gehypothekeerd worden. Voilà. Dat is eigenlijk kort de samenvatting, denk ik. En dan geef ik graag het woord aan Bart om het financiële luik toe te lichten op basis van de fiches M2. Oké, okay, Bart. Ja, het schema M2 dat is het samenvattend schema voor het heel meerjarenplan van de gemeente en OC&W samen. Nu op die eerste pagina, ja, ik weet niet wat leesbaar is achteraan, of dat iedereen op zijn scherm zal moeten volgen, maar is het beschikbaar budgettair resultaat. Nu, dat is het, ja, het kasresultaat, wat er in kas zou overblijven op het einde van dat jaar. Is een belangrijk gegeven, maar is minder belangrijk dan de autofinancieringsmarge zo dadelijk. Beschikbaar resultaat moet ieder jaar positief blijven. Heel wat gemeenten laten dat in 2025 naar nul gaan. Zover gaan we niet. We gaan proberen 100.000 euro als streefcijfer te houden. Nu, dat is een kwestie van leningen. Zo af te stemmen dat het op 100.000 uitkomt. Maar dus het blijft positief tot in 2025, dus daar is geen probleem. Dan de autofinancieringsmarge, de tweede pagina van de cijfers. Het bovenste kadertje is het de gewone autofinancieringsmarge en die wordt ook voor het financieel evenwicht verplicht gecontroleerd. Daar zitten we in 2025 nog met een positieve autofinanciering van 749.000 euro. Als we dat vergelijken met het vorige herziening van het meerjarenplan eind 2021, dan is die lichtjes gestegen, maar niet drastisch of niet spectaculair. Want die 749.000 euro die biedt gemeente en OC&W nog wel wat buffer voor onvoorziene omstandigheden. Dan hebben we de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Dat is een cijfer dat berekend wordt om besturen die met zogenaamde bulletleningen werken te bestraffen of te controleren, laat ons zeggen. Een bulletlening dat is 20 jaar lang interest betalen, maar geen aflossingen. En dan in jaar 20 het volledige bedrag aflossen. Dat vertekent een gewone autofinancieringsmarge volledig. Maar dat zou tot uiting komen in de gecorrigeerde autofinancieringsmarge. Nu hier is op te merken, gewone autofinanciering 749.000. Gecorrigeerd is zelfs nog iets beter, 767.000. Dat betekent dat de leningen, de resterende leningtermijn van de gemeente minder dan 12 jaar bedraagt. En dat is positief. Dan hebben we nog een samenvoegen van gemeente OC&W en AGB om tot een geconsolideerd financieel evenwicht te komen. Ook daar zien we dat het budgettair resultaat duidelijk boven nul blijft, 191.000 in 2025. En dat zowel de autofinancieringsmarge als die gecorrigeerde autofinancieringsmarge van de 3 entiteiten samen, dat die respectievelijk 758.000 en 751.000 euro is. Dus ook in lijn met de autofinancieringsmarge van gemeente en OC&W apart. Dan tot slot misschien ook nog een belangrijke evolutie van de financiële schulden.
zeker met de stijgende rentelasten, toch wel een belangrijke om mee op te volgen. Bij het begin van de legislatuur zaten we op 8.218.000 euro uitstaande schulden. Eind 2022 zullen we op 6.973.000 zitten. Met de ramingen die nu opgenomen zijn in het meerjarenplan en de financiering daarvan, van die investeringen vooral, zouden we eind 2025 uitkomen op 13.613.000 euro. Dus aanzienlijk meer dan dat we nu hebben, maar nog steeds zeer beheersbaar. Dat is per inwoner minder dan 1000 euro uitstaande schulden. Dat is nog onder het gemiddelde van Vlaanderen, ver onder het gemiddelde van Vlaanderen. En het is ook zo, die 13,6 miljoen is een raming met de rekeninguitslagen de komende jaren. Als die positief zijn, die rekeninguitslagen. Ja, alles wat er positief is in de rekening mag eigenlijk van dit bedrag nog afgetrokken worden. Dus die 13,6 in realiteit zal die lager liggen. De slide zegt het zelf, collega's. Bedankt Peter en Bart, niet te vergeten. Collega's, als er vragen zijn, dan horen we die graag natuurlijk. Ik miste dat straks bij Peter, de inkomsten van de open ruimte en de responsabiliseringsbijdrage. Hoeveel bedraagt dat deze legislatuur samen, Bart? Exacte cijfer kun je niet hebben gehoord, maar het zal iets van 4 miljoen euro zijn. Oké. Was daar straks vergeten. Geen verdere vraag. Dankjewel. Ik heb een aantal opmerkingen / vragen. Ewout heeft dat in het AGB ook al eens een keer aangehaald. Ofwel kijken we er los over, maar wij zien geen structurele maatregelen om de energiekosten op termijn te laten dalen. Dus om minder afhankelijk te worden van gas. En ja, alle andere dingen die tegenwoordig nieuw zijn natuurlijk. En eigenlijk meer inzetten op hernieuwbaarheid. Dus jammer, vinden wij. Dat is een gemiste kans, maar dat zeg ik ook al langer dan vandaag, dus niks nieuw. Dan worden besparingen voorgesteld dat de kredieten voor het voetpadenplan zouden verminderd worden en deels georiënteerd worden naar het onderhoud van de fietspaden van onder andere de Wolfdonkse Steenweg en de Ramsel Steenweg, zoals ook aangekondigd in Hersel Leeft. Nu vraag ik aan Zaf, is dat louter herstellen of is dat ook effectief vernieuwen? Want ja, als je gewoon even een nieuw laagje asfalt gaat leggen, kan het budget dan niet beter opgespaard worden tot er meer structurele maatregelen kunnen genomen worden? Zoals een aanleg van brede afgescheiden fietspaden met een deftig wegdek. Dat is een vraag voor zo meteen dan. En dat extra budget voor de dorpskernvernieuwing, is dat enkel voor Ramsel of is dat ook voor andere extra projecten in Varenwinkel, Bergom en Blauwberg? Want we hebben er juist gehad dat we willen inzetten op de deeldorpen, maar dat haal ik er niet helemaal uit. Dus ja, dat waren eigenlijk mijn vragen / opmerkingen. Dank je wel. Ja, oké, Peter. Ja, ik ga jouw vraag beantwoorden, maar toch even op Lux zijn vraag toch even terugkomen. Het ging hem over de extra inkomsten en extra uitgaven die dit jaar erbij gekomen zijn, hè, vanaf 2022. Die duiding wil ik nog eens maken, want je doet alsof ik iets vergeten ben. Die andere inkomsten die zijn er al langer van voor 2022. Belangrijke nuance. Karen, zusterhuis. Ik was Karen aan het beantwoorden, voorzitter. Wens graag Karen te beantwoorden. Ik geef u na de afronding van het vragenmoment met Karen graag het woord, Luc. Geen probleem. Voilà. Okay, dank u, Peter. Voorzitter.
Ja, met betrekking tot energievernieuwende maatregelen, er zijn een hele reeks quick wins van verleiding tot... Allee, die verleiding van de openbare verlichting die staat in het schema, dus dat is al op zich al een belangrijke. Maar de verleiding van de gebouwen waar dat, de gemeente eigenaar van is, dat is een quick win die we in deze legislatuur, of tenminste in dit jaar, wel op punt zetten. Wat nog veel belangrijker is, natuurlijk, we hebben een heel oud patrimonium. En ja, laat maar zeggen, ons lokaal dienstencentrum, het Zusterhuis van Berchom bijvoorbeeld, vandaag is dat eigenlijk beantwoord dat helemaal niet aan normeringen. De kapel van de Varenwinkel deed dat nog veel minder. Dus de nieuwbouwen van de lokale dienstencentra, die zijn op zich, laat maar zeggen, een verbetering voor energiekosten en besparende maatregelen. Ik kijk even nog rond of er nog andere zijn die wij binnen deze legislatuur nog in uitvoering kunnen zien. Maar ik denk dat dat de meest essentiële zijn. Voor wat betreft die dorpskernvernieuwing, die budgetten die daar voorzien zijn. Het is niet omdat er een masterplan Ramsel is dat alles naar Ramsel gaat, maar... We hebben eigenlijk de tour van de dorpskernen of de deeldorpen gedaan. En we gaan één voor één zien wie een uitgewerkt plan kan realiseren. En nu vandaag is dat Ramsel die eigenlijk het dichtst bij staat bij een realisatie. Maar we zullen daar ook gefaseerd moeten werken. Want het zal ook allemaal niet in één keer gebeuren. Ook daar zal gefaseerd moeten gewerkt worden. Voor wat betreft het... Wat zeg je? De fietspaden zijn nieuw. Ik dacht u het woord te geven, Raf. Maar in elk geval, wat is daar de achtergrond van? Bijvoorbeeld Wolfsdonkse Steenweg. Als je daar een subsidiedossier wil voor maken, dan ga je natuurlijk aan een aantal reglementen moeten voldoen. En die willen dat heel breed maken. Waardoor dat er onteigeningen zouden moeten gebeuren. We willen vooral snel, omdat er al jaren niet in geïnvesteerd is. We willen vooral snel een goed, degelijk, bruikbaar voet- en fietspad. En dus dat kan niet anders dan het onder die categorie omschrijven, maar het is wel degelijk een goede vernieuwing en geen, laat maar zeggen, het niet dichtmaken van putjes en een klinker opwippen. Het zal een structurele heraanleg zijn van fietspad en voetpad, maar in de bestaande bedding. Ja, en eventueel herstellingswerken parallel met aanvragen voor... Subsidies voor de structuur? Nee, voor de Wolfsdonkse Steenweg. Ik denk dat het Kopenhagenfonds daar nog een antwoord op wachten. Net zo goed voor het stukje Ramselse Steenweg, dat niet... Q4-23. Voilà. Maar daar lopen nog twee subsidieaanvragen voor het Kopenhagenfonds. Ramselse Steenweg, het stuk dat nog niet gedaan is, en Wolfsdonkse Steenweg. Dankjewel. Oké, bedankt Peter en Karen. Dan geef ik graag het woord aan Luc. Straks? Oké, collega's, dan gaan wij stemmen over dit omvangrijke punt. Dan? Wel, ja, het was een beetje... Ik dacht dat de verschillende beleidspunten nog zouden toegelicht worden, maar dat is geen probleem, het hoeft niet. Want ook wij, het is een heel uitgebreide agenda en we zitten hier niet om het onnodig lang te maken. We kennen mekaars argumenten, er zijn heel wat dingen die kunnen herhaald worden, maar ik zal het proberen te besparen. Ik moet wel... onze financieel expert Ronnie Korthout is daar straks al verontschuldigd. Hij heeft me nog in laatste instantie een nota meegegeven met zijn bemerkingen. Ondertussen zijn er een aantal dingen al toegelicht. Ik zal ze er proberen uit te halen. Maar het zal misschien een beetje onsamenhangend overkomen als ik er dan in verkorte versie wil doorgaan. Een essentieel punt in heel het verhaal. We erkennen natuurlijk de problemen die we allemaal kennen met de oorlog. De coronacrisis die geweest is en de enorm hoge brandstofprijzen en energieprijzen. Maar de grondreden van heel veel extra kosten voor de gemeente is een pure politieke verantwoordelijkheid en die ligt wel degelijk bij jullie. En we zitten nu in de zaal die normaal ook de fuifzaal van het jeugdhuis had kunnen zijn. Hier links, achter een toog, daar had een jeugdhuis al 2 jaar gestaan, had het dossier dat toen klaar lag en dat door heel de jeugdraad
en door alle adviesraden mee was goedgekeurd, had dat gewoon kunnen uitgevoerd worden. Ik weet dat ik in herhaling val, maar het is voor de mensen die eventueel thuis volgen toch wel belangrijk om dat even te stellen. Die verantwoordelijkheid om toen de arm van de jeugd om te wringen, om dat toch te annuleren, heeft er nu voor gezorgd dat de kostprijs van dat gebouw of van een jeugdhuis hier 50 meter verder opgarmen, dat dat meer dan het dubbel wordt. Los van de prijs die betaald is voor de grond en van het feit dat het daarna ook heel moeizaam zal worden om nog een degelijke padelclub uit te bouwen wegens gebrek aan voldoende terreinen daarvoor. Dus dat is niet het enige project. De jeugd in Blauwberg zit al 4 jaar in containers gehuisvest nu. Dat is al 2 jaar langer dan had kunnen zijn. En er zal nog een jaar bij komen eer dat het zover is. Vaarwinkel heeft ook wat vertraging opgelopen door een andere aanpak, een nieuwe aanpak. En Bergom, de plannen die jullie voorleggen of de ideeën, het zusterhuis daar kopen, dat stond in het budget, dat was allemaal voorzien. De oplossingen die jullie ook trachten te bieden, dat ligt ook in de lijn van hetgeen dat in de planning was. Alleen is het ruimer en veel duurder uitgevallen. Maar de grote meerkost van de materialen en Oekraïne heeft enorm veel te maken met het feit dat we door jullie nieuwe aanpak een paar jaar verloren zijn en effectief in die heel dure meerprijzen gevallen zijn. En dat weegt enorm zwaar op het budget. Peter heeft het daar straks zelf uitvoerig toegelicht. En de feiten zijn wat dat betreft de feiten. Dat gezegd zijnde, even terugkomen op de inkomsten. De inkomsten die gemeld zijn, die waren vrij duidelijk. Alleen, het is ook zo dat deze legislatuur alleen, zoals Bart zegt, meer dan 4 miljoen euro onverwachte subsidies binnengekomen zijn voor open ruimte en de responsabiliseringsbijdrage. Dat is niet iets dat al bestond. Dat is iets wat jaarlijks oploopt en dat gaat over het meerjarenplan, over deze legislatuur. Laat die discussie nog terzijde, maar het is alleszins zo dat er 4 miljoen extra ter beschikking is en vanaf, ik dacht, 2024 oplopend meer en meer dan 1 miljoen per jaar. Dat is geen klein bier, dat is een belangrijke meerwaarde of een belangrijke extra kans voor de gemeente. En het zou sieren om daar ook communicatief open en bloot mee te zijn, zowel naar de bevolking toe als ook naar Vlaanderen, die budgetten ook voorzien. Want die worden doodgezwegen. Ik weet niet waarom, maar blijkbaar is dat niet zo leuk. Geef toch alle informatie aan alle inwoners. Dat is ons eerlijke opdracht en dat maakt alles voor iedereen duidelijk. Dan, ik heb kort de meerprijs van de investeringen toegelicht. Wij zullen ook de begroting niet goedkeuren, omdat het gevolg van de begroting enerzijds dat beleidsmatigen is, waar we absoluut niet achter stonden. Maar ook is het zo dat aan de inkomstenzijde, jullie maken niet het onderscheid over hoeveel dat iemand betaalt. 120 euro is in jullie geval minder dan 110 euro, als ik de redenering volg. Mensen verdienen geen procenten. Mensen verdienen centen. En mensen betalen hun belastingen niet met procenten. We rekenen ze aan met procenten. Maar de mensen betalen in centen. En de mensen zullen volgend jaar en binnen 2 jaar op hun belastingbrief heel duidelijk zien of dat ze meer of minder betalen binnen dezelfde inkomsten. Bart, ik heb u de vraag al gesteld, maar ik herhaal ze even terug op de gemeenteraad, omdat u toch wel boven alle verdenking van correctheid staat. Als we de opzendteamen ongewijzigd laten op de onroerende voorheffing, hoeveel wordt er dan volgend jaar meer gevraagd aan de bevolking? In procenten. Bij eenzelfde tarief zullen de opbrengsten 9,4% hoger liggen. Voilà. Dat wil zeggen dat iemand die 100 betaalde nu, die betaalt volgend jaar 109,4. Voor jullie is dat evenveel. Voor alle mensen die 109,4 moeten betalen en voor ons is dat 9,4% meer. Mensen, stop daarmee. De financiële schepen
die is ontvanger, die is boekhouder. We weten dat allemaal dat er een verschil is tussen centen en procenten. En wij weten ook dat de budgetten nodig zijn. Het gaat ons er niet over om te doen dat er geen belastingen moeten betaald worden. Maar er zitten heel veel mensen op hun tandvlees nu. Gepensioneerden, alleenstaanden, alle gezinnen, iedereen ziet af van de zware energierekeningen die er zijn. Er is een enorme meerkost gecreëerd die zal moeten betaald worden. Maar de mensen, als we de procentuele, als we de opcentieme laten zoals jullie nu voorstellen, dan betalen ze 9,4% meer volgend jaar dan dat ze nu betalen. 9,4% meer belastingen. Dat kunnen we voorkomen door gewoon de opcentieme gemeentelijke budget te laten zakken. En we moeten die niet laten zakken alsof dat ze niet opslagen. Het is normaal dat de inflatie dat die mee doorgaat. Maar nu is het uitzonderlijk veel en het is voor de mensen uitzonderlijk zwaar. Laat ons die mensen helpen. En laten we daar geen politiek hartpunt van maken. Dit is pure wiskunde, vandaar dat ik het ook aan de financiële directeur vraag om de procenten mee te delen. Los van de onroerende voorheffing hebben we nog de personenbelasting. De inkomsten van de loontrekkende belastingbetalers, die gaan, Bart, plusminus 10% stijgen dit of volgend jaar, gemiddeld. Dus we gaan ervan uit dat die dan ook, als we de opcentieme behouden, ook in dezelfde percentage meer centen gaan moeten betalen. Bart, u kan dat misschien even verduidelijken, omdat uw cijfers niet in vraag gesteld worden. Mag ik toch even tussenkomen in die zin, Luc? We zijn nu aan het debatteren of aan het van gedachten wisselen rond de opcentieme onroerende voorheffing en personenbelasting, maar we hebben nog ruimschoots de tijd ook logischerwijze uw toegevoegde agendapunt rond die twee belastingen. Ik denk dat het beter is dat we die discussie overhevelen naar de bespreking van de... Dat hoort hier niet echt thuis. Dat hoort hier 100% in thuis, omdat de budgetten die ingeschreven worden, die zijn afhankelijk van dat gegeven. Dat is een onderdeel van het budget, hetgeen dat je wilt ontvangen aan die belastinginkomsten. Nu, ik ga het straks niet herhalen als we het nu af, maar ik heb het trouwens volledig gezegd. Bart moet nog antwoorden op die opcentiemen op de personenbelasting. En dat punt is gemaakt, hè. We gaan niet in herhaling vallen. We hebben niet het doel om hier een heel lang debat van te maken. De toelichting is kort geweest. Straks staan er nog verschillende belangrijke agendapunten op. Ik zal het niet onnodig lang maken, maar het geeft ons wel de tijd en de kans om open te communiceren naar jullie toe en ook naar de bevolking toe. Dit is gewoon simpele wiskunde van het eerste studiejaar, mannen. Oké. Okay. Bart, graag. Ja. Bij de opcentieme op de onroerende voorheffing is duidelijk, dat is 9% en zoveel. Dat is voor iedereen hetzelfde. Bij de personenbelasting is het toch wel iets genuanceerder. De inkomens van de mensen in 2022 zullen gemiddeld hoger zijn dan die in 2021, maar gaat niet voor iedereen hetzelfde zijn. Er zijn mensen die in de loop van 2022 vijf indexaties hebben gekregen, openbare sector bijvoorbeeld. Dat wil zeggen dat die hun inkomen in 2022 ongeveer 7% hoger is dan in 2021. Personenbelasting volgend jaar, de centen dan, om het zo te noemen, zullen inderdaad ook 7% meer zijn voor die mensen. Er zijn echter ook een hele grote groep mensen die pas op 1 januari 2023 die indexaanpassing krijgen. Die gaan er in 2023 nog niet veel van merken. Die hebben de indexatie van 2021 gehad. Dus gaat iets van 2,5%. Dat is niet anders dan de voorbije jaren. Dus die personenbelasting zal, mijn inschatting, tussen de 2,5% en de 7% bedragen. Afhankelijk van de evolutie van het inkomen in 2022. Maar geen 10. Oh, ja. Oké, Peter, u had ook nog het woord gevraagd. Ja, even kort hoor. Allee, ik vraag mij af, Luc, word jij niet beschaamd en rood tot achter je oren met wat je allemaal zegt? Nee, maar ik zal me verduidelijken, Luc. Ik weet niet hoe dat je erin slaagt om vorige indexaanpassingen of aanpassingen van de opcentiemen, die werden tijdens jullie legislatuur ook aangerekend. Hè? Wat hebben jullie gedaan om die te verlagen of te compenseren? Niets, hè? Niets, hè? Die zijn ook geïndexeerd, hè? Dus kom nu niet zeggen van
mannetjes, kijk eens hier, nu wordt dat hier aangepast en nu gaan de mensen 9% meer betalen. Waar haal je dat nu eigenlijk godsnaam in je hoofd als je de vorige legislatuur 30 jaar lang nooit er iets aan gedaan hebt? Ik vraag me af hoe je dat durft zeggen. En twee, als het gaat over algemene economie, dan zal het u toch misschien opgevallen zijn dat de omstandigheden zo bizar zijn dat ze onvoorspelbaar zijn. En dat wil zeggen dat als jij denkt en wilt uit laten schijnen aan iedereen dat alles voorspelbaar is en dat de budgetten anders hadden moeten geschikt worden, dan stel ik u twee vragen. Jij moet gigantisch veel geld verdiend hebben bij beleggingen. En twee, wat hadden jullie gedaan? Hoe hadden jullie de budgetten herschikt met deze begroting? Wat hadden jullie gedaan? Dat zijn mijn twee concrete vragen, Luc. Mag ik gewoon verder doen? Want ik dacht dat ik het woord had en ik begrijp niet dat er zo iemand wild tussenkomt. Woord en wederwoord. Hè. Kom, laten we ons gewoon debatteren. Ja, hè. Maar laten we dat ook beschaafd houden. Dat is de campus mentaliteit, is dat we dat beschaafd houden, Peter. Dat moeten we nog aan wennen, precies. Voor alle duidelijkheid. Dat is een voorbeeld van beschaafdheid. Voor alle duidelijkheid, ik denk dat ik dat heel uitdrukkelijk gesteld heb. Het is bijzonder uitzonderlijk dat de inflatie zo hoog is. Dat weten we allemaal. We hebben het klaaglied daarnet gehoord, terecht. Die kosten die swingen de pan uit. Dat is niet gelogen. Dat is onvoorzien. Maar er is ook wel een verantwoordelijkheid voor de vertraging. Ik ga dat niet herhalen. Maar omdat het zo uitzonderlijk is, we moeten niet alleen medelijden hebben met onszelf als bestuur hier. Het gaat hier over heel wat mensen, heel wat inwoners, gepensioneerden, alleenstaanden en gezinnen die op een tandvlies zitten. Het gaat hier niet over 3,5%. Het gaat hier over 9,4% op de opsentiemen, op de onroerende voorheffing. En we hebben gesteld 10% voor volgend jaar en het jaar erop. Want tegen dat het 2 jaar verder is, zitten we niet meer aan die 2 of die 7%, maar dan zitten we effectief aan die 10%. Dat is hetgeen dat de mensen gaan meer moeten betalen. En daar vragen wij om dat aan te passen. Het budget had er zo niet uitgezien, had het beleid anders geweest, maar het is wat dat het is. Jullie hebben voor een grote meerkost gezorgd en dan moet dat ook gefinancierd worden. Met de bijkomende inkomsten die jullie voorzien, maar ook met het uitstellen van toch wel belangrijke investeringen en met het opschuiven van belangrijke investeringen. De Dieperstraat, het zou moeten lukken dat daar kan aan begonnen worden deze legislatuur, alhoewel dat toch al een vrij goede voorbereiding gehad had. Aarschotse Steenweg komt niks van. Je moet daar niet mee lachen. Ik hoop alleen dat er geen ongevallen gebeuren tegen dat het zover is. Want dan is er niemand nog verantwoordelijk. Het zusterhuis op het Vest wordt opgeschoven. Er zijn heel wat investeringen die zo opgeschoven worden. De financiële toestand blijft gezond. Ze was vroeger gezond. Ze blijft gezond met die inkomsten. En dat is een goede zaak. Heeft te maken met hoe dat vroeger het bestuur was, met de erfenis van vroeger en hoe dat het nu was. Maar wij hadden heel graag, en daar komen we dan straks op terug, bij de belastingen die zullen gerekend worden. Maar daar heb ik ondertussen uitvoerig toegelicht. Ik ga nog heel even door de tekst van Ronnie, want die heeft er heel wat werk van gemaakt en ik laat er een deel dingen uit. Er is ook nog een pensioenfonds dat destijds al ingevuld is. Dus toekomstgericht zijn al die investeringen gedaan. De inkomsten die je aanhaalt, die hebben jullie ook toegelicht, die ga ik niet herhalen. Ik denk inhoudelijk dat ik het overgrote deel zo beknopt mogelijk heb verteld. En laat ons vooral aandacht hebben aan het pleidooi. Wij gaan dit niet goedkeuren, dat is voldoende toegelicht, denk ik. Ik had één klein vraagje wel, Bart. De inkomsten van de laadpalen, de elektrische laadpalen die we hebben. Hoeveel is dat? We hebben hier een elektrische laadpaal naast de mix. Inkomsten zijn voor de firma die laadpassen beheert. Ah, en ook de elektriciteit betaalt. Ja, vandaar dat die, niks. Betalen dus, wij ook niet.
Die elektriciteit die wordt niet van de zonnecellen genomen dan? Nee. Oké. Okay. Nou, dat kon ik niet vinden. Dus ik denk dat ik volledig heb ons standpunt toegelicht en bij deze het hierbij wil laten. Dank u. Oké, okay, Mark vraagt nog het woord. Zo graag toch het een en ander repliceren. Ik ga me nog niet inlaten over uw voorstel om de personenbelastingen op de CIMI te verlagen. Dat gaan we zelfs behandelen. Maar ik heb toch een paar interessante zaken gehoord. U zegt daarnet, Luc, dat onze politieke verantwoordelijkheid is voor deze ploeg hier voor de zaken uit te voeren. Ik denk dat wij zeer duidelijk van het begin, zelfs in onze verkiezingspropaganda, en wij een beleidsplan opgemaakt hebben, dat wij zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. We hebben een bijzonder ambitieus investeringsplan. We voeren dat uit. We hebben gezegd dat we belastingen gaan verlagen. We gaan ze verlagen. Dus dat die keuzes niet dezelfde zijn als jullie. Het zou een triestige gemeente zijn als we hier helemaal zo overeenkomen. Wij hebben hier duidelijk gemaakt van te zeggen van de jeugd uit de Sjook hier niet te plaatsen en ergens anders te lokaliseren. Dat wordt uitgevoerd. We gaan de projecten afwerken zoals 50 meter verder. Dat is een opportuniteit. Voordien hebben we de grond nadien gekocht. We gaan de projecten uitvoeren zoals wij die voorzien hebben. En tot spijt wie het benijdt, we krijgen dat nog allemaal financieel in orde. De opmerking van Peter vind ik heel pertinent, want hij zegt van de opdensiemen te verlagen omdat die elk jaar geïndexeerd worden. En dit jaar of erbij was die indexatie in het bijzonder hoog. Maar voorbije jaren is het inderdaad ook nog niet gedaan. En dan heb ik nog we hebben zeer veel begrip voor mensen die op een tandvlees zitten. Wij doen heel veel voor de gemeente. Heel veel voor de gemeente. We gaan proberen zoveel mogelijk burgers inclusief te betrekken. We gaan die ook ondersteunen. Is, blijft u letterlijk niet meer in de kou staan. Wij gaan mensen die in energiearmoede terechtkomen, gaan we helpen en dergelijke meer. En als wij een algemene belastingverlaging toepassen, zoals u zegt, hè, wie gaat het meest van profiteren, Luc? Niet die arme mensen die op een tandvlees zitten, hè, maar die betalen weinig of geen belastingen. Die gaan dan minder van profiteren. Wij gaan gericht inzetten op die mensen die echt op hun tandvlees zitten. Met dank aan onder andere Elke Verlinde, die daar fantastisch werk doet. Raf vraagt het woord. Ja, Luc, ik zou nog wel graag nog even willen inpikken op de Dipperstraat. Ik vind het wel opportun dat je zegt van ja, het is allemaal klaar en het was allemaal gewoon, dat moet vooruit gaan. En wauw, echt, ik mag u echt feliciteren. Dus zoals ik over een paar gemeenten aan terug u uitgelegd heb, is in uw eerste bespreking pas in 2010 geweest. Ja? Dan is er 7 jaar gewacht. 7 jaar. Ja? Voor dat er nog iets belangrijks gebeurd is. En dan kom ik eigenlijk nog op een gemeenteraadsbesluit van 26-10-2015. Ja? Daar hebt u een studiebureau aangesteld om de rooilijn aan te maken. En zoals we vandaag nu dus gaan goedkeuren. Hè. Hebt u daar een studiebureau aangesteld? En dat studiebureau die heeft 60% van zijn werk kunnen doen, aangezien het geen studie was, maar gewoon dus een aanmaak van een rooilijnplan. Ja. En daar is geen voorafgaande studie van gebeurd, dus de jong kost eigenlijk zijn werk niet doen. Dus daar is eigenlijk dan geopteerd eigenlijk voor die studiebureau eigenlijk, ook maar 60% uit te betalen. En dan staat er eigenlijk in de notulen, aangezien het niet evident is een rooilijnplan te bepalen zonder een studie uit te voeren in verband met riolering en fietspaden in het kader van het subsidieringsdossier, werd het rooilijnplan voor onbepaalde tijd stopgezet. En dan gaat u ons verwijten dat de Dipperstraat, wat wij hier nu op een paar jaar eigenlijk al verwezenlijk hebben, dat wij niet verder doen. Ten tweede, u spreekt daar ook eigenlijk in het volgende college eigenlijk, dat het totaalbudget dat u aanreikt om de Dipperstraat, riolering en fietspaden te voorzien van 1.180.000. Echt, ik zou het heel graag willen zien hoe je dat wilt doen, maar ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Zelfs, dus dan hebt u 0 euro voorzien voor onteigeningen. 0. Dus wat gaat u zeggen tegen de mensen van Dipperstraat? Mensen, geeft u alsjeblieft uw grond eigenlijk gratis af. En dan gaat u tegen ons komen zeggen van, dat we niet verder doen in Dipperstraat. Sorry, ik vind dat een bekje. Nee.
We zijn in volle vaart aan de Dipperstad bezig eigenlijk. En we gaan proberen deze legislatuur, nog een schop in de grond te krijgen. En we zullen, ik zeg het, wat er nu gebeurt is eigenlijk in de laatste jaren, met corona, met de crisis, is dat echt niet gemakkelijk. Maar we gaan toch proberen om die schop erin te steken, zeker vast. En wij hebben de budgetten ook allemaal wel voorzien, zeker vast. Ook voor alle bewoners eigenlijk te goed en deftig eigenlijk koud betalen om voor de onteigeningen. Oké, Raf. Bedankt. Elke. En dan Luc nog eens. Graag. Elke, zeg maar. Ja, ik wil ook voor mijn domein even toch inspelen op hetgeen wat er gezegd is. Jullie zeggen van ja, de plannen Berghom en Varenwinkel sluiten aan bij de plannen van vorige legislatuur. Nu, bij mijn weten is er nooit de term lokaal dienstencentrum gevallen. Wat dat betekent, dat jullie, hadden jullie gewoon verder gedaan, dat daar ook geen subsidies waren geweest. Jullie zeggen ook mensen betalen in centen. Al wel, door die oefening te maken en echt grondig te bekijken, een visie uit te werken, halen wij zomaar €867.000 subsidies binnen die er anders niet waren geweest, wat dat mij ook wel lijkt een fatsoenlijk, behoorlijk financieel bestuur te zijn. Bedankt, Elke. Luc, u heeft het woord. Ik zal beginnen met de laatste opmerking. Ik dacht wel dat lokaal dienstencentrum dat destijds al meespeelde in Varenwinkel, maar niet onder de vorm zoals het nu voorzien is. Het is alleszins een verdienste dat die subsidies zijn binnengehaald. Er is ook geen kritiek op. Ik denk dat u onze uitleg daar straks over dossier W, ik hoop dat u die niet al vergeten bent. Die is nog altijd staande. Wat wel is, ondertussen spreken we in Varenwinkel over een investering van meer dan 1,8 miljoen. Daar gaat dan wel 500 subsidie af. Dat is nog altijd 1,3 miljoen. Dat is wel gigantisch veel. En laten we het daar ook over hebben. Het gaat er vooral over wat betaald geld netto nog. Maar uw antwoord is terecht. Die subsidie, al maar goed dat we die ook gekregen hebben. En al maar goed dat het niet langer nodig was dat daar een kapel moest blijven, wat tijdens onze legislatuur nog altijd een eis van de kerkfabriek was. De opmerkingen van Raf, we zitten ondertussen 4 jaar verder. Ik kan de discussie wat dit dossier betreft zo niet aangaan vanuit het hoofd. Ik wil dat graag eens inhoudelijk tot in alle details nagaan. Ik denk niet dat dat de bedoeling is van deze vergadering om naar één dossierke van de Dipperstraat ten gronde gaan te bespreken, terwijl dat ik dat zelf niet heb ten gronde kunnen voorbereiden. Maar ik weet wel dat er heel veel informatie ontbreekt nog in de informatie die u geeft. Wij weten ook hoe moeilijk dat het is om dossiers op te starten. Het enige wat we nu gemeenschappelijk hebben, dat is dat we allemaal bestuurservaring hebben. Vroeger hadden wij vaak onbegrip van jullie, omdat het vaak veel langer duurde. Nu zitten jullie zelf in de situatie en wij weten, het is niet simpel. Het gaat niet gemakkelijk. Je gaat fietspaden aanleggen aan de Wolfsonkse Steenweg of vernieuwen, volledig met eigen middelen, omdat het omslachtig is als je subsidies moet gaan vragen. Ik ken de cijfers vandaag niet. Ik hoop en ik neem aan dat daar goede argumenten voor zijn, maar het is inderdaad zo, als het met subsidies en zo moet gebeuren, dan is dat heel, heel, heel tijdrovend. Daar gaat de kritiek niet over, maar ik denk dat alles toegelicht is en ik heb geantwoord op de zinvolle opmerkingen die ik van jullie ook gekregen heb. Dus wat mij betreft mag er een discussie gesloten worden en mag er tot stemming overgegaan worden. Oké, Christophe vroeg nog het woord. Christophe, u heeft het bij deze. Goh. Nee, wat ik eigenlijk graag wil vertellen is vooral voor de inwoners van Herselt, omdat ja, die woorden politieke verantwoordelijkheid. Ja, kijk, het is inderdaad de politieke verantwoordelijkheid van onze coalitie, Mensen met Mensen en N-VA, om de show eigenlijk hier te bouwen in een apart jeugdhuis. En dat niet in deze tennishal te doen, dat klopt. En het is ook onze verantwoordelijkheid en onze keuze geweest om die de voorbije jaren in de Vest een eigen werking te hebben kunnen laten uitbouwen, dat klopt. Want een van de eerste beslissingen dat ik gezien heb toen ik als nieuw gemeenteraadslid kwam, is dat die mannen eigenlijk in een zaaltje in de Hertog gingen zitten, dat die daar jaren aan een stuk zouden moeten gezeten hebben, dat deze hal af was en dat zij werking daar hebben voor moeten
dat zij hun werking daar zouden moeten doen. Dus ik kies er eigenlijk echt wel graag voor dat wij de politieke verantwoordelijkheid hebben genomen om die mannen een plaats te geven waarin dat ze ondertussen nog rustig kunnen verder werken, hun werking kunnen uitbouwen, dat ze eigenlijk kunnen verhuizen naar een andere plaats, hier aan de mix. En ik denk dat wij daar eigenlijk ja, niet meer over kunnen zeggen dan dat. Oké, Luc, ik stel voor dat we afsluiten dan. Ja. Mag toch wel even repliceren, neem ik aan. Ja, afsluitend en dan gaan we tot stemming hangt er, over. Hangt er vanaf wanneer dat... Ik wil gewoon even reageren op de opmerking die gemaakt is. Uw analyse is juist. Wij hebben afgesloten met het voorzien van het feestzaaltje van Café den Hertog als locatie voor het jeugdhuis. Op dat ogenblik was het zusterhuis nog niet verkocht, dat stond in het budget en dat was hoe dan ook voorzien. Daarom niet als jeugdhuis, dat was toen niet de bedoeling, maar het was wel een opportuniteit dat je denkt van ja, je hebt maar één keer de kans om de eigendom naast u te kopen. En dat was het zusterhuis, vlak gelegen naast de gemeentelijke werkplaats. Dus we hadden dat wel ingecalculeerd om dat aan te kopen. En als je dan de overeenkomst met Café den Hertog opzegt, jullie als nieuw bestuur, ja, dan had je daar een alternatief. Je maakt wel één belangrijke fout. Het jeugdhuis had er nu al 2 jaar gestaan. Hadden wij kunnen doorgaan, dan hadden ze hier gehuisvest geweest. Nu moet de bouw nog starten aan een veel, veel hogere prijs. Gewoon 50 meter verder, nadat jullie eerst grote kosten gedaan hebben om het zusterhuis te verbouwen, ondanks een heel grote uiteenzetting van onze 3 jongste raadsleden, om dat uit te leggen dat dat niet verstandig is, dat dat niet de wil van de jeugd was. Op den duur moest het een nieuwbouw worden. Dan hebben jullie gezien wat dat de kosten gingen zijn en zijn jullie toch overstag gegaan om hier een locatie te vinden. Maar toen was het hier al te laat om hier nog bij te komen en is er nog een grond bijgekocht. Dus meer dan een verdubbeling van de prijs, een grond nog moeten bijkopen. En waar zit de jeugd vandaag? Ze hebben nog altijd maar het zusterhuis, wat niet direct een betere locatie was dan het feestzaaltje van den Hertog. De meeste van die jongeren die toen geijverd hebben voor een jeugdhuis te hebben, die hebben ondertussen klein mannen. Hè. Dat is een jongere generatie waar dat al voor gepasseerd is. Die gaan eigenlijk geen nieuw jeugdhuis gehad hebben. Dat zijn vijgen na Pasen. Dat is een beetje een toevoeging, maar we hoeven er ook niet verder op in te gaan. Ja, maar ik ga dat toch doen, hoor. Gekomen. Als het mag, voorzitter. Ja. Allee, u loopt toch vaak een loopje met de waarheid door samen te vatten wat eigenlijk een slechte samenvatting is. Dus misschien hebben we te weinig opstelletjes moeten schrijven, maar de samenvatting is de volgende. Hè. Ik zou toch wel eens willen voorstellen om nog eens aan alle raadsleden de plannen die het vorige bestuur einde legislatuur, hè, hebben door de strot geduwd van een aantal jongeren die echt onder de indruk waren van de intimidaties op dat moment. Dat was een heel onprettig gevoel voor de jongeren zelf, want het moest en het zou goedgekeurd kunnen worden, moeten worden. Dat het concept... Ja, maar wacht. Waar... Ja, nee. Goed, u mag daar zelfs op reageren. Waar, maar u heeft het woord niet. Ik ga u zeggen... U moet het woord vragen, waar? Het concept van de shock, zoals toen door het bestuur op het einde van vorige legislatuur, na de verkiezingsuitslag, herinner mij mijn woorden van het begin, dat wij geen beslissingen zullen nemen die een volgend bestuur hypothekeren. Hè. Jullie hebben er meer dan 3 genomen. Hè. Meer dan 3. Hè. Ik zal ze straks nog wel eens opzoomen als je het wilt. Hè. Maar dus op het einde van de legislatuur hebben jullie een concept voor het jeugdhuis op tafel gelegd dat helemaal afwijkt van het concept dat vandaag voorligt. Een kleine ruimte en niet enkel exclusief gebruik voor de jongeren van Herselt. Als u spreekt daarnet, dit had hier een fuifzaal moeten zijn. Maar beste Luc, weet u welke infrastructurele noodzakelijke werkzaamheden zouden nodig geweest zijn om hier een fuifzaal van te maken? Dan was dit hier nog vele malen duurder geweest. Dus als u laat uitschijnen hè, dat het de ginder een shock was die geïnstalleerd en klaar was, dan hadden die mannen moeten zien of op welke momenten en welke tijdstippen dat ze er gebruik hadden kunnen voor maken en had er hier een paar honderdduizend euro extra moeten geïnvesteerd worden om hier een fuifzaal van te maken. Dus het klopt niet wat dat gezegd. Dus ik zou daar eigenlijk het debat mee willen afronden. En voor de strot, dat weet ik niet, ik was er niet bij, maar ik weet in elk geval dat de spanningen onder de jeugd, en dat zal waren,
Maar ik zal hem zelf laten antwoorden. Maar het zal niet ontkennen vallen dat er bijzonder veel spanningen onder de jeugd van Herselt gekomen zijn. Daar waar het nergens voor nodig was, had het gewoon een open debat geweest. En dan, als je ziet, de vergelijking maakt met wat er toen op tafel lag en wat er vandaag in uitvoering zal gaan, spreken we over twee totaal verschillende aspecten. En als het dan gaat, als laatste voorzitter, als het dan gaat over het verwijt te krijgen dat we jongeren uitstel geven of dat dat uitgesteld wordt van een goede huisvesting te hebben, zal ik Luc even herinneren aan hoe lang ze gezeten hebben op de Westerlose Steenweg, hoe lang ze gehuisvest geweest zijn in een fabriek waar dat de ratten kwamen bezoeken, om vervolgens in onzekerheid ergens in Den Hertog te zitten, waar dat er toch wel, en dat zou u moeten weten vanuit uw burgemeestersambt, toch wel wat belangrijke randbemerkingen te maken waren met betrekking tot een verhuurder. Want ik heb het begin legislatuur onmiddellijk het contract dat opgemaakt was door u vernietigd. Omdat, en dat had u moeten weten, dat was niet kosher, die locatie. En dat u daar de jongeren had willen insteken, was voor mij onbegrijpelijk. Maar ik denk dat ik genoeg uitvoerig heb toegelicht. Maar ik geef graag het woord, want misschien zijn er wel wat nuances te maken. Nogmaals, ik was daar niet bij. Maar ik maak graag plaats om waar het woord te geven. Mark, kunt u nog eens appelleren? Op? Ja, perfect. Oké. Ja, met het door de strot duwen voel ik me natuurlijk wel aangesproken, Peter. Terwijl het eigenlijk niet zo was. Ik was toen ook nog lid van de jeugdraad en betrokken bij de vereniging. Die plannen zijn toen opgemaakt in samenspraak. Rekening houdend met de eisen. En eigenlijk waren die door iedereen die daar baat bij had toen goedgekeurd en geschikt bevonden. Toen kwamen de verkiezingen eraan. In de aanloop naar die verkiezingen kwam er wat meer polarisatie onder de jeugd. Ik kwam er ook mensen praten in het jeugdhuis van een andere, hoe noem ik dat, van een andere kring. Eigenlijk is dat toen een jammer wel eens niet een spelletje geworden. En het enige jammer is dat er eigenlijk zo'n lange tijd later gewoon gebeurt wat het plan was, maar dat het veel langer geduurd heeft en twee, een hele grotere meerkost heeft. En dat is jammer voor de jeugd, maar desalniettemin ben ik blij dat er toch jeugd dus komt. Terzijde. Fik vraagt ook het woord. Ja, daar zou ik toch nog wel willen op reageren dat ik wel, ik zit zat toen nog altijd bij het bestuur van het jeugdhuis. En ik moet wel zeggen dat we toen wel een druk hebben ondervonden, eerlijk gezegd. Inderdaad, er was een keuze en iedereen was toen akkoord met de plannen van hier in de mix. Maar de keuze was toen effectief de mix of niks. Er waren geen andere opties op tafel toen. Ik weet ook nog, de verkiezingen zijn toen gepasseerd. En toen is er nog heel hard bij ons op aangedronken voor toch de papieren nog af te tekenen voor hier te komen. Maar wij hebben toen geopteerd als jeugdhuis voor onze opties open te houden. En het is ook altijd onze vrijwillige keuze geweest voor ons naar het zusterhuis te begeven. Was? Nee, helemaal niet door strot te duwen. Collega's, we zijn aan het afwijken. Ik stel voor dat we tot stemming overgaan. Want we zijn nu dossiers aan het bespreken en dat is toch niet de bedoeling van dit agendapunt. Oké, ik laat tot stemming overgaan, collega's. We ronden dit punt af. Onthouding Groen Herselt tegen CD&W plus 2230 en voor Mensen met Mensen en N-VA-fractie. Dank u, Tina. Dit punt is goedgekeurd, collega's. Dan gaan we over naar de belastingen, de aanvullende gemeentebelasting of de personenbelasting. Kleine voetnoot. Dus duiding van deze belasting: voor iedere 100 euro die de belastingplichtige Herselaar betaalt aan de staat, betaalt hij in het voorliggend belastingreglement 7,4 euro aan de gemeente Herselt. Dit bij wegen van een kleine duiding van dit reglement.
Collega's, als jullie akkoord zijn, dan zie ik vooral naar de fractieleider van CD&V plus 2230. Als jullie akkoord zijn, ik denk dat die punten, dus het punt van de meerderheid aanvullende gemeentebelasting op personenbelasting 7.4 op zijn teamen en het punt van jullie aan toegevoegde agendapunt. Ik stel voor dat de debatten daaromtrent samengevoegd worden. Dus het aanvullend punt van of toegevoegd punt van CD&V plus 2230 nemen we samen met dat van de meerderheid. En ik stel voor om het een beetje ordentelijk te laten verlopen, het debat hieromtrent, dat de schepen van Financiën eerst het aanvullend gemeentebelastingreglement toelicht en vervolgens dat Luc zijn uw punt van uw fractie toelicht en dat het debat perfect over de punten heen kan lopen. Hè. Dat is technisch perfect mogelijk. We gaan wel apart stemmen natuurlijk. Goed, Mark, u heeft het woord voor de... Ik wil dan nog wel even inleiden, Milo. En dan verwacht ik misschien nog wat toelichting, of verder toelichting, of is er meer nodig over het standpunt van CD&V plus 2230. Ik wil nog even herhalen. Wij doen wat we zeggen. En we zeggen wat we doen. We hebben aangekondigd dus dat wij die belastingverlaging zouden doorvoeren. We gaan dat ook doen, gefraseerd. Met een achterhoofd dat wij... de budgettaire evenwicht in de gemeente moeten bewaken. Er zijn nu verschillende gemeentes en steden die hun investeringsplannen moeten terugschroeven omwille van de zaken die daarnet zijn vernoemd, de hogere energiekosten, loonkosten en dergelijke meer. Wij slagen er nog altijd in om, ondanks die financiële tegenslagen, ik heb het budget gezien, toch nog de vooropgestelde belastingvermindering, vermindering door te voegen. 7,4 is minder dan de 7,7 die wij van u hebben overgeërfd. Even terzijde, in 2018 hebben we de belastingen verhoogd. Ik weet niet hoe hoog dat de inflatie toen was, maar ik weet zeker dat er toen zeker geen financiële druk was zoals we die nu gekend hebben. Ik heb toen de beslissing genomen om belastingen te verhogen, vooral duidelijk, te verhogen. Wij gaan ze verder verlagen. Niet naar 7,20, naar 7,40. De reden waarom dat we niet toe kunnen komen tot 27, zal ik nog graag even toelichten nadat jij misschien uw betoon hebt verder gezet. Okay, Luc. Hetzelfde voor de op de CIME voor de onroerende voorheffing. Waar dat je inderdaad wel een punt hebt, dan waar dat je inderdaad door de indexering van de kadastrale inkomens, de indexering van de kadastrale inkomens... Dat is dat. Oké, okay, dat gaan we zelf doen. Dan gaan we dingen door elkaar mengen. Luc, u heeft het woord rond dit toegevoegd punt van uw fractie. Ik heb het daar straks grotendeels toegelicht, maar misschien even inpikken op hoe Mark het graag formuleert. Er zijn twee manieren om te praten met de bevolking. Je kunt praten over de opsentiemen en hoe groot dat getal van de opsentiemen is en dat dan een belastingverhoging of een verlaging noemen. Natuurlijk in het geval dat je dat cijfer verlaagt, ook al krijg je meer binnen, dat een belastingverlaging noemen. Dat klopt niet. Als de mensen meer moeten betalen, is het een verhoging en niet omgekeerd. Nu, waar wij destijds van 7,5 naar 7,7 gegaan zijn, is in dezelfde logica als waar we nu voorstellen om ze te verlagen. Omwille van de tax shift destijds, waar de personenbelasting 10% zou dalen en waarbij toekomstgericht voorzien hadden dat... Herselt op lange termijn de rekening niet mocht doorsturen naar de jongeren en dat we toch heel wat investeringen te doen hadden, hebben wij toen voorgesteld om naar 7,7% te gaan om de pensioenen te kunnen blijven betalen en alle investeringen die gepland waren te kunnen blijven betalen. En omdat die 7,7% uiteindelijk in centen evenveel ging uitmaken omdat het basisbedrag verminderde. Dus we verhoogden het percentage omdat de belastingen 10% gingen verminderen bij de mensen. En nu, wat we nu voorstellen, is gewoon identiek hetzelfde. De belastingen verhogen met 9,4 of met meer dan 10% op 2 jaar de volgende jaren.
Omdat ze zo dramatisch verhogen, stellen wij voor om het percentage te verminderen. Als we van wat de opsentemen betreft niet 7,4%, maar 7,2% stemmen. 7,2 is 2,7% minder dan 7,4. Dan pakken we niet 10% extra, dan pakken we nog altijd 7,3% extra. 7,3% extra dat de mensen volgend jaar zullen moeten betalen. Wij spreken niet van een belastingverlaging. We hebben hier niet gezegd dat we pleiten voor een belastingverlaging van 7,4 naar 7,2%. Dat is onzin. De mensen gaan hoe dan ook meer moeten betalen en ze zitten op hun tandvlees. Wij vragen ervoor om de belastingvermeerdering te milderen. Geen 10%, maar 7,2%. 2,7% minder. Dus eigenlijk van 7,4 naar 7,2%. Dat wil niet zeggen dat we geen indexering toepassen, maar we passen ze niet volledig toe, Mark. En we kunnen nog 100 keren tegen elkaar blijven praten, maar gelijk welke wiskundige kent de regel van 3 voor wat dat betreft, met die percentages rekenen of met die centen rekenen. Ik denk dat heel de gemeenteraad en heel wat mensen van de bevolking dat ondertussen kotsbeu zijn, dat iedereen het voor zichzelf uitmaakt. Maar nu gaan wij bepalen hoeveel centen de mensen volgend jaar en het jaar erop gaan moeten betalen. En met 7,4% is dat 2,7% meer dan met 7,2%. Dus wij stellen voor, omwille van de uitzonderlijke omstandigheden, zoals ik daar straks gezegd heb, om toch in het belang van al die mensen die het vandaag moeilijk hebben en iedereen worstelt met die hoge prijzen, om die belastingvermeerdering te milderen met het percentage voor de gemeente terug te brengen tot 7,2, wat nog altijd een meeropbrengst van plusminus 6,3 zal betekenen. Of 7,3. Mark vraagt om te repliceren. Ik zou graag erop replikeren. Luc, ik ben een beetje beu van u af te schillen van te zeggen van wij kunnen niet tellen. Ik weet niet welk een diploma dat jij hebt, maar ik ben voor opleiding in een boekhouder. Ik heb wiskunde gestudeerd, zuivere wiskunde, dus ik denk wel dat ik kan tellen. Nu, het verhaal van de gemeentebelastingen, die 7,4, die 7,2% is inderdaad genuanceerd. Bart heeft al een beetje toegelicht. Het is inderdaad zo dat iemand die door de indexering van de bezoldiging van zijn loon gaat daardoor meer belastingen betalen. Dat is maar evident. Hij heeft ook meer centjes gekregen. Gaat hij daar minder door de inflatie minder kunnen van besteden? Ja, dat kan zijn. Dat hij met diezelfde euro's een brood minder kan kopen, omdat de stijging daar is. Dat is het verhaal van de inflatie. Dat gaan wij hier niet op de gemeente kunnen oplossen, Luc. De CD&V levert volgens mij, de minister van Financiën, als ze de belastingsschalen indexeren, en ik hoop dat ze dat nog gaan doen, ik vraag niet veel van deze, veel van die regering eerlijk gezegd, als ze de belastingsschalen indexeren, is dat probleem direct opgelost en zal dan de belastingvermindering, federaal bekeken dan, niet eens opgelost zijn. Wij kunnen dat hier niet oplossen. Reden 1. Belangrijkste reden waarom dat wij niet kunnen meegaan in uw verhaal is dat wij de verdomde plicht hebben om de gemeente financieel gezond te houden. Ze was in het verleden financieel gezond, ze is financieel gezond en we gaan ze ook financieel gezond houden. Wij willen niet de volgende beleidsploeg, wie dat dan ook is, hypothekeren met beleidskeuzes die de volgende ploeg in moeilijkheden gaan brengen. 3, en de belangrijkste reden, dat is dat jij eigenlijk wat jij eigenlijk voorstelt eigenlijk niet wettelijk is. Dan ga je zeggen van, wat is dat? Maar je moet ook je teksten kennen, je wettenkesten. Het decreet lokaal bestuur voorziet dat je een positieve resultaat op kasbasis moet hebben. Ik heb even van het weekend de simulatie gemaakt. Ik heb ze ook afgetoetst bij de financiële directeur. En ik heb gezegd, als je 7,2% toepast, dan ga je in 2000, elk jaar, maar zeker in 2025, want dan moet het moet elk jaar positief zijn, maar ook in 2025, en een negatieve resultaat uitkomen. Je kunt dat oplossen, dat weet ik. Hè. Je kunt meer gaan lenen. Je zou eventueel kunnen gaan bijlenen, gaan geld gaan lenen bij de bank, om uw belastingsverlaging die je dan voorstelt te kunnen financieren. Lijkt me niet verstandig en wij gaan daar niet meer mee. Wij gaan voor een gezonde investering, een gezond financieel beleid, waar wij onze geplande investeringen onverdroten doorzetten, waar wij eigenlijk de fakkel willen doorgeven aan de volgende bestuursploeg, wie dat ook mogen zijn. Zelf heb ik nog wel wat ambitie en ik hoop de meeste van de collega's hier ook. Maar het zou iemand anders kunnen zijn. Wij gaan daar geen financieel debakel achterlaten. I rest my case.
Bart, je mocht dat misschien nog toevoegen, als dat nodig vindt. Oké, Bart. Ja. We hebben dat inderdaad eens doorgerekend, die 7,2 en die 800 op centime op de onroerende voorheffing. Tot en met 2025, we zaten met een autofinanciering van 750.000 euro ongeveer, zou dalen naar een kleine 400.000 euro. Nu is het nog steeds positief. En zoals Mark zegt, dat is enkel mogelijk door extra leningen aan te gaan. Er is ongeveer 1,2 miljoen extra leningen nodig die de jaren nadien wel hun last gaan meebrengen voor de gemeente qua aflossingen en rentelasten. Maar wat Mark ook zei, en als we naar de langere termijn kijken, dit is het meerjarenplan 2020-2025. Maar de volgende legislatuur, als we dan de percentages doortrekken van 7,2 en 800% op centime, dan komen we al van 2026 met negatieve cijfers. Zowel op kasbasis als op autofinancieringsbasis. Wat is de reden daarvoor? De reden daarvoor is dat er in 2026 heel wat wijzigingen op ons afkomen, de gemeente en OC&W. Er zijn een aantal Vlaamse subsidies die lopen, dat is nu al bekend, die lopen tot 2025. Dat is 250.000 euro die in 2026 sowieso wegvalt. Vlaanderen biedt ook nu tot 2025 een compensatie voor de daling van de energiedividenden. Dat is ook 50.000, 60.000 euro per jaar die in 2026 plots wegvalt. Er is een nieuw decreet buitenschoolse kinderopvang met een andere subsidiering die vooropgesteld wordt. Subsidies blijven hetzelfde, maar de subsidies zullen niet allemaal meer voor de gemeente en OC&W zijn. We ramen daar op een 130.000 euro minder inkomsten. En de rentelasten, enerzijds van de leningen die we nu moeten aangaan om in ons meerjarenplan investeringen te financieren, maar als we ook rekening houden met die extra leningen omwille van die lagere aanslagvoeten, dat zou ook ongeveer 200.000 per jaar extra uitgaven betekenen, waardoor dat we vanaf 2026 al met negatieve cijfers komen. Dus tarieven zouden nu kunnen verlaagd worden, maar dan is het een quasi-zekerheid dat ze in 2026 terug omhoog moeten. En dan is het een beleidskeuze, dat is niet aan mij om daarover te oordelen, om liever stabiele of nog lichtdalende tarieven voorop te stellen dan nu drastisch te dalen, zeker wat die op centime betreft, want die zouden de grootste impact hebben op centime op de onroerende voorheffing. Dan om die nu te verlagen en dan in 2026 of misschien al vroeger terug te moeten verhogen. Want het meerjarenplan is opgesteld met alle mogelijke kennis die we nu op dit moment hebben. Maar er zijn heel veel parameters die toch wel een grote onzekerheid in zich houden. Inflatie, we weten dat die in 2022 heel hoog was. Economen verwachten 2023 een afkoeling naar 5-6% en dat die nog lager. Maar dat is geen zekerheid, ze hebben daar ook geen glazen bol. De energieprijzen, energiebevoorrading, daar is ook de verwachting dat die na 2023 terug wat gaan dalen, maar de verwachting is 20-25%. Zullen we moeten afwachten wat er geen andere crisis of dergelijke routine te eten gooit. Economische recessie komt ook al eens in de krant aan bod. De ene dag verwachten ze het wel, de andere dag verwachten ze het niet. Dat is heel moeilijk om dat dan in te schatten en wat effect dat kan hebben op de personenbelasting in het algemeen. We zitten ook met die bouwkosten. Iedereen denkt dat we zitten nu wel aan onze top, maar voor nieuwjaar 1 januari worden er toch al voor heel veel materialen prijsstijgingen aangekondigd. Maar wat dat in 2024, 2025 gaat zijn, ik denk dat niemand dat met zekerheid durft zeggen. Nu zeggen ze 1 januari gaat het stijgen, maar dat durven ze een maand geleden nog niet zeggen. Toen was het idee dat ze misschien zouden kunnen dalen, maar dat is wishful thinking gebleken. En dan die ramingen van de personenbelasting. De FOD Financiën is sinds vorig jaar begonnen met prognoses op lange termijn. Tot 2022 was enkel voor het jaar dat kwam een prognose of een raming opgesteld. Nu, die raming zat meestal vrij dicht bij de uiteindelijke rechten van de gemeente.
Maar nu is mijn prognoses voor zelfs tot 2027 begonnen. Maar die gaan uit van, van algemene verwachtingen qua inflatie, qua tewerkstelling, qua geen recessie. Dus dat zijn toch wel wat onzekerheden. En ik denk dat we toch wel die herramingen eind volgend jaar voor 2024 met argusogen moeten in de oog houden. Want ze zijn toch wel bijzonder hoog, de ramingen nu. Veel onzekerheden. En vanaf 2026 zouden we met die tarieven in de problemen komen financieel. Dus als we financieel gezond waren in het verleden, nu financieel gezond zijn en ook het ook willen zijn in de toekomst, is mijn advies negatief eigenlijk. Misschien nog even verduidelijken, want u had het daar straks over die 2,7% à 7,2% voor 2022. In ons voorstel en in onze communicatie wordt verwezen naar 2023 als we het over 10% hebben. Dus, en dan gaan we er zelfs volgens de prognoses lichtjes boven zitten, 10,2 dacht ik, dat voorzien wordt. En dat is het aanslagjaar 23, het zijn niet de ontvangsten 23, hè. De inflatie in 2022 is wel 10 of 10,2%, maar de mensen hun inkomen is gemiddeld niet met 10,2% gestegen. Maar wel in 23, hè? En ik verwijs naar het aanslagjaar 2023, cumul, 22, 23 samen, omdat die prijsaanpassingen, die loonaanpassingen verschillen. We gaan ervan uit dat voor het aanslagjaar 2023 dat het 10% meer is dan aanslagjaar 21. Waar we nu mee geconfronteerd worden. 23 hoger dan 21? Of? 23, 10% meer dan dat het in 21 zal... Dat het aanslagjaar 21 zal geweest zijn. Nu, dat terzijde. Je geeft een beetje bijkomende informatie, want we hadden een heel uitvoerige voorbereiding met u gehad. Ondertussen zijn er wat bijkomende gegevens opgezocht en toegelicht. En ik twijfel niet aan uw toelichting, Bart. Dat voordeel hebben we dat we allemaal alle vertrouwen in u hebben als financieel directeur. Natuurlijk, u moet ons voorstel ook zien in het kader van het meerjarenplan dat voor ligt. Dat is jullie meerjarenplan, dat zijn jullie plannen, dat zijn jullie investeringen, dat zijn jullie kosten die uit de hand gelopen zijn ook. We zouden dat ook wel anders aanpakken. Dus wij blijven wel bij ons voorstel, maar ik denk dat het voor de rest voldoende toegelicht is langs alle kanten. Dus wij stellen voor om voor de 7,2% te gaan. Dus wij zullen tegenstemmen voor het voorstel dat jullie voorleggen. En dan weet ik niet, moet er dan over dat van ons nog gestemd worden of niet? Ik denk dat dat het juridisch en administratief het meest zuiver is, Luc. Maria? Ja, ik kan het niet laten. Ik vind het... Ja, je hebt het woord, hoor. Ik kan het niet laten. Ik vind het heel spijtig dat diploma hier gekoppeld wordt aan deskundigheid. Ik denk mensen die zich op iets inwerken, dat die ook heel deskundig kunnen zijn. Ik voel me doorgeraakt, sorry. Ja, ik doe dat. Mark, je moet het woord... Mark, niemand kan u horen. Ja, oké. Okay. Klein secondje. Maar ja, ik doe dat enkel alleen maar omdat hij niet... Dat is niet de eerste keer. Dat is niet de eerste keer dat hij, Luc Peters, mij aanvalt. Niet alleen in deze gemeenteraad. Ik kan dat teken hebben. Hij had dat ook al eens meer dan een keer publiek gedaan. Ik vind dat niet leuk om te zeggen van... Jij zet hier wel de minst... Letterlijk, hè, gezegd, hè. De minst schepen van de hoop. Niet plezant voor te horen. Terwijl ik toch wel van mijn eigen weet dat ik zonder te stoffen toch wel wat capaciteiten heb. En zeker dat kan tellen. En dat ik zeker iets van boekhouden en... Oké, mensen, we gaan het sereen houden. Ja. Mark, alle. Okay. We gaan... Peter... Ja, voorzitter, gewoon voor de duidelijkheid. Hè. Het laatste woord. Dus ik begrijp goed, Luc, dat u gaat tegenstemmen tegen het voorstel vanuit de bestuurscoalitie, ondanks het negatief advies van de financieel directeur, en voor gaan stemmen voor een punt... dat jullie allemaal weten en gehoord hebben door de financiële directeur dat ons in 2026 eigenlijk in problemen brengt. Meer nog, dat de financiële directeur dan zegt, dan zullen we waarschijnlijk dat terug moeten verhogen. Dus desondanks dit
Gaan jullie stemmen tegen ons bestuursvoorstel en voor dat van jullie? Ik zou graag die stemming dan toch wel willen zien wat dat daar vanuit de bus komt. Of dat iedereen van de oppositie met zo'n redenering akkoord is. En dan vind ik het verwonderlijk dat jullie... Maar ik vind het vreemd, hoor. Ik wil de stemming op zich wel afwachten. Hè. Maar vind ik het vreemd dat jullie wetenswillens nog liever de gemeente in 26 in de financiële problemen zitten om jullie gelijk te hebben of te krijgen dan gewoon te luisteren naar de deskundigheid van de financieel directeur. Ik wacht de stemming af, voorzitter. Luc had nog het woord gevraagd, maar dan stel ik voor van af te ronden. Hè, mensen. Ja, we blijven rondjes draaien. Gewoon heel kort. Het advies van de financieel directeur hangt natuurlijk samen met het meerjarenplan dat voorligt en dat beleidsmatig de wensen en ook de gevolgen reflecteert van het bestuur dat er nu aan is. Ons voorstel hangt daar niet mee samen. Dat hangt samen met pas uw uitgaven ook wat aan. En hou ook rekening met de mensen die het al zo moeilijk hebben. Ik weet dat u heel graag ons woorden in de mond legt die niet zo zijn, maar Peter, het hoort niet bij de functie die u heeft. Ja. Hou je bij uw verantwoordelijkheid van uw partij ik en uw Ik heb geen functie. Lessen te leren van u, Luc. Hier, echt hier niet, is hoor. Het, maar okay. dat is omgekeerd ook zo. Mensen hebben hier niks aan. Ik denk dat het wel belangrijk is om het advies van Bart te duiden bij wat het past. En dat is bij het voorliggend meerjarenplan. Oké. Dit gezegd zijnde, collega's, we gaan. Wendy, wilde op de valreep nog... Het is eigenlijk al een beetje door Luc toegelicht. Het is zoals in de zin van, het is met dit natuurlijk... We kunnen ook wel nadenken. En als er een advies is van of zegt op termijn gaat dat negatief komen, weten we ook wel dat we dat dan niet kunnen doen met een aangepaste begroting. Het is niet. En dat wil ik even toelichten. Oké. Peter? Als laatste, dan had ik verwacht dat jullie tegelijkertijd een voorstel zouden doen om ons meerjarenplan aan te passen. Ik heb gevraagd in het begin van wat zouden jullie doen? Je bent niet aan zet, maar als je dan binnen de parameters hebt, dan hadden we misschien kunnen zeggen van kijk, die keuze hadden we gemaakt, die keuze, en daar hadden we het verschil kunnen maken en dan hadden we het wel kunnen doen. Dat hoor ik niet. Maar dus weten jullie, ja, Hilde, dus weten jullie met de parameters die er nu vandaag zijn, gaan jullie toch zeggen, we gaan kiezen voor het faillissement in 26. Bedankt. Oké, collega's, we gaan over tot stemming over het aanvullende gemeentebelastingreglement of de personenbelasting aanslagjaar 2023, houdende een op zijn team van 7.4. Oké, we gaan over tot stemming. Voor N-VA en Mensen met Mensen, onthouding Groen Herselt en tegen CD&V plus 2230. Bedankt, Tina. Dit punt is dus goedgekeurd. En dan gaan we over tot stemming met betrekking tot het toevoegd agendapunt namens CD&V plus 2230. En stemmen we dus over het voorstel van CD&V plus 2230. Zijn we al aan de volgende ronde bezig, Tina? Sorry hoor, ik was een beetje in de war. Dat zo. Komt eraan, dus de aanvullende gemeentebelasting toegevoegd agendapunt CD&V plus 2230. Nu wordt het helemaal ingewikkeld. Voorstel CD&V sta je op, hè? Ja, voorstel CD&V is goedgekeurd door de CD&V plus 2230-fractie en de voorzitter van de raad, denk ik. En, ja. Wat blieft? En onthouding van Groen Herselt.
en tegen van de andere leden van de NVA en de Mensen met Mensen-fracties? Ja, dat is een materiële fout, hè. Maar die heeft geen... Ik ben maar een mens, dus aangezien dat punt niet goedgekeurd is, ga ik er ook verder geen gedoe rond produceren. Iedereen weet dat dat een materiële fout is, denk ik, die een beetje logisch redeneert. Ik had het vroeger moeten weten, dan had het huishoudelijke reglement mij in staat gesteld om terug te komen op die stem. Maar de stemming was afgelopen, dus ik kon het niet meer. Ik wens het huishoudelijke reglement te respecteren. Vooral in acht genomen dat dit geen enkele repercussie heeft op de uitslag. Missen is menselijk, zeiden de Romeinen al. Errare humanum est. Goed. Collega's, het volgende punt, al herhaaldelijk aangehaald in verband met het meerjarenplan. Gemeente op zijn teamen op de onroerende voorheffing, aanslagjaar 2023. De Vlaamse overheid, toch even situeren, die heft 3,97% belasting op het geïndexeerd kadastraal inkomen. En dat zijn de 100 op zijn teamen. Maar daarbovenop heeft men, of hebben we nog de provinciale overheid, die ook 145 op zijn teamen heft. En u ziet het leeuwenaandeel in deze belasting. Dat wist u allemaal, collega's. Is de gemeente 850 op zijn teamen. Dus de... Herselse belastingbetaler die betaalt 1095 op zijn team in de context van die belasting, tenminste in de mate dat dit reglement zoals het voorligt vanuit de meerderheid wordt goedgekeurd. En ook nu gaan we hetzelfde scenario hanteren. Mark die gaat de 850 op zijn team belasting goed toelichten. En vervolgens gaat de fractieleider van het CD&V plus 2230 hetzelfde doen met betrekking tot hun toegevoegd punt. Mark, u heeft het woord. Ik denk dat het niet voldoende heeft om nog eens heel dat debat nog eens opnieuw aan te voeren. Dezelfde insteek dat wij budgetair in orde moeten zijn en dat wij daarom die belasting op de siemen behouden blijven, geen verhoging. Behouden blijven, dus inderdaad een indexering zoals met veel mensen, lonen zijn ook geïndexeerd, te behouden. En nog eens benadrukken, moesten wij meegaan in het punt van service van de oppositie om die te verlagen, dat wij dan in bijzonder slecht vaarwater komen. En daarboven, dat is er net nog te weinig benadrukt geweest, is dat wij in een onwettelijk kader komen, omdat wij dan in een negatieve kassituatie komen, tenzij dat er... dingen worden aangepast. Maar als wij dat nu zouden doorvoeren en we zouden dus de punt goedkeuren op 800 en de cijfers laten doorrollen, ik heb de oefening gemaakt, zouden we dus met negatieve resultaten op kasbasis komen, waardoor dat wij onze begrotingen, wij binnenkort moeten gaan indienen bij toezicht, niet zo goedgekeurd krijgen en zelfs zwaar op de vingers worden getikt. Oké, Mark. Luc, dan stel ik voor dat u het toegevoegd agendapunt van uw fractie even toelicht. In de lijn van het voorgaande, het is voor iedereen duidelijk, volgend jaar betaalt iedereen 9,4% meer met jullie voorstel. Wij stellen voor om de opzendteamen naar 800 te brengen. Dat zou 5,88% minder zijn dan die 9,4, maar nog altijd 3,52% meer. Dus niet dat wij praten over een belastingverlaging. We gaan de mensen niks wijsmaken, maar een mildering van de extra belasting. Voor de rest is de argumentatie gelijklopend. Het gaat over dezelfde problematiek. Wij zouden ook een ander meerjarenplan en dergelijke koppelen hieraan. Maar het is wat voorligt en wij houden ons bij ons voorstel om naar 800 op zijn team te gaan om onze inwoners te steunen en om het bestuur ook te dwingen om de uitgaven naar de inkomsten te zetten. Ik vind het bijzonder vreemd dat je volhardt in de boosheid, dat je weet dat je de gemeente in financiële problemen brengt. Nee, jullie brengen de gemeente in financiële problemen. Jullie hebben dat gedaan. We hebben ondanks het feit dat we nu 4 miljoen extra krijgen voor de open geen ruimte 4 miljoen extra. En voor de, responsabiliseringsbijdrage, ondanks dat en de bijkomende inkomsten, gaan jullie toch nog
bijkomende gelden vragen. Het hele verhaal is gedaan, we moeten niet in herhaling vallen. Het feit dat je met dit budget niet zou toekomen, ligt aan het feit dat jullie veel te veel al hebben uitgegeven en nog willen uitgeven. Oké, Lou. Mark, u wenst te riposteren? Ja, ik ga daar niet meer op ingaan. Die extra bedragen die zijn netjes meegenomen. Dat is er net meer dan uitvoerig toegelicht. De personeelskosten zijn gestegen, de energiekosten zijn gestegen. Ik kan er ook niet aan doen, ik vind het ook spijtig. En we hebben die centen daarvoor nodig. En er is geen ruimte om jullie voorstel te volgen. Integendeel zelfs, als wij daarin volgen, komen we in een onwettelijke situatie. Maar ik zit de tafel niet afstaan. Ik denk dat jullie zelfs, zoals daarnet, allemaal gaan meestemmen. Ik vind dat straf dat jullie in een onwettelijke situatie zo verzeild willen geraken. En het is ook geen consequent beleid. Luc, ik wil maar zeggen, 2018 is een verhoogd. Hè. Of dat is ook niet waar, zeker. Oké, collega's, ik denk dat met alles wat gezegd is, of dat iedereen zijn waarheid kan distilleren uit wat dat gezegd is vanuit de fracties en ook vanuit hetgeen gezegd is door onze financiële expert. Dus ik stel voor van tot de stemming over te gaan. Omtrent het eerste punt, gemeente op centime. Op de onroerende voorheffing het punt van de meerderheid, 850 op centime. Is mijn stem doorgekomen, Tine? Want nu ben ik overmatig voorzichtig geworden. Met mensen en N-VA-fractie voor onthouding van Groenherselt en tegenstem van CD&V plus 2230. Oké, het punt is goedgekeurd. En dan gaan we over naar het toegevoegde agendapunt CD&V plus 2230. En we gaan over tot de stemming hieromtrent. Nu het omgekeerde scenario, dus voor CD&V plus 2230, onthouding Groenherselt en tegen N-VA en mensen met mensenfractie. Het punt is niet goedgekeurd en dan gaan we over, collega's, naar... ik zie naar de fractieleiders, Luc, Tim, Christophe. Is er behoefte aan een kleine pauze? Ik heb de dames al herhaaldelijk zien vertrekken. Is het echt 3 minuten? De rest kan staan. Ja, als we er eens een goede prijs op zetten, dan... Maria, wat... Ja, als je nu nog lang treuzen, kan je nog passen. Het voorstel is van door te gaan op onze elan, als ik het goed begrijp. Goed. Luc, ik zal ze rap overlopen, al was het maar voor de mensen die onze medeburgers. Ja, ik wil ze eerst even toelichten en dan... Karen, is u akkoord om in blok? Tim, Christophe? Oké. Dus ik kan het toch overlopen. Misschien makkelijkheidshalve tot en met 17, omdat vanaf de kerkfabrieken er een aantal mensen de zaal moeten verlaten. Ik, en dan is dat voor mij gemakkelijker. Ik ben bang om fouten te maken, Tina. Ja. Een ezel stoot zich geen twee maal aan dezelfde steen. Dus mensen, het belastingreglement 9 is dus gewoon louter anticiperend, zoals het staat, ontradend. Het heeft geen enkel inkomsten genererende werking. Het gemeentereglement, register leegstand van gebouwen en woningen. Je ziet wat er eigenlijk aan voorgestelde wijzigingen is. Textueel
schrappingen naar aanleiding van decreetswijzigingen en aanpassingen in functie van de klantvriendelijkheid. En daarmee corresponderend het belastingreglement, ook daar schrapping van verwijzingen naar decreet die niet meer van toepassing zijn. En de heffingen die blijven ongewijzigd. Het gemeentereglement in zaken het register, want het is het register verwaarloosde gebouwen en woningen, ook hier textueel, inhoudelijk, vooral geïnspireerd op klantvriendelijkheid en ook een strengere puntentelling voor men tot schrapping kan overgaan. En dan het belastingreglement, dus de heffingen, wat betreft de heffingen als zodanig, ook onder meer een betere afstemming van de vrijstelling voor renovaties. Dan dat belastingreglement voor het aanvragen van een omgevingsvergunning en andere administratieve stukken in het kader van ruimtelijke ordening of leefmilieu. U ziet wat de achtergrond daarvan is op de slide. Retributiereglement, conformiteitsattest, is gewoon logisch dat voor de aanvraag van een conformiteitsattest een vergoeding wordt vastgesteld. Aan de tarieven op zich verandert niets. En dan, het is billijk uiteraard ook het retributiereglement op het gebruik van elektriciteit. Het is billijk een vergoeding te vragen aan de gebruikers. Evenementen. Dit elektriciteitsverbruik zal aan kostprijs, een retributie mag niet hoger zijn dan de kostprijs, doorgerekend worden. En idem dito het gebruik van die elektriciteitskasten door markt- en voorkramers. En dan zijn we beland waar Tina op alludeerde, maar niet natuurlijk voor deze reglementen tot en met 17 in bulk te hebben gestemd. Dus tot en met punt 17 gaan wij in bulk stemmen. Oké. Eén paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Collega's, ook hier een beetje een omkering van de agenda, omdat het budget eigenlijk logischerwijs na de meerjarenplanning wordt goedgekeurd. Dus beginnen wij met het geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025, waarbij Maria Vriendelijk wordt verzocht als lid van de Kerkfabriek. Even de zitting te verlaten. Ik zal het een beetje rekken. Excuseer. Wel, ik zal het even duiden. Dus het budget van de kerkfabrieken, wanneer dat... Het staat er letterlijk in. Als de budgetten kaderen binnen de ingediende meerjarenplannen, dan is een kennisname van het budget voldoende. Dan moet daar niet over gestemd worden. Dus als er binnen het kader wordt gehandeld met betrekking tot het budget, dan hoeft er over het budget als zodanig niet gestemd worden. Dan kan de Raad gewoon kennis nemen. Dus gaat je eerst de meerjarenplannen goedkeuren en vervolgens het budget. En in de agenda stond het budget vooraan. Ik hoop dat ik duidelijk genoeg ben. Dus dan gaan we nu stemmen, Etienne, over het geactualiseerd meerjarenplan 2020-2025 van de Kerkfabriek Sint-Hubertus Ramsel. En aangezien Maria daarin zetelt, verlaat ze of heeft ze de zitting verlaten? Eén paar goedgekeurd. Dank u, Tina. Dan wacht ik even tot Maria terug is, zodanig dat zij kan aansluiten, Maria, bij de goedkeuring van de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen Bergom. En dan moet niet buiten gaan, hoor, Gerda, als u de... Ja.
Oké, dus nu stemmen we over de meerjarenplanwijziging Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel opgenomen van Bergom, waarbij we noteren dat Gerda de zitting verlaat. Maria. Niet erg, dank Maria. Wel, eenparig. Het gebeurde in de beste families. En dan ga ik buiten bij de behandeling van de meerjarenplanwijziging Kerkfabriek Sint-Servaas. En ik verlaat de zitting ook met betrekking tot punt 22... op basis van het kiesheidsbeginsel, want strikt genomen is het niet nodig dat wij als leden van de Kerkfabriek voor punt 22 de zitting verlaten, maar we kunnen dat best doen vanuit kiesheid. En ik vraag vriendelijk aan Christophe of hij waarnemend wil zijn met betrekking tot die twee punten. Oké, dan stel ik voor dat we gaan stemmen over het punt de meerjarenplanwijziging van de kerkfabriek van Sint-Servaas Herselt. Ondertussen ook eenparig goedgekeurd. Yes. En dan komen we terug, zoals daarnet eigenlijk verduidelijkt, op de kennisname, als ik het mij goed begrepen heb, van de budgetten van 2023 van de kerkfabrieken van Herselt, Ramsel, Bergom en Blauwberg. Ja, dat is een kennisname, hè. Valt niet veel meer aan te doen. En dan kunnen wij verder overgaan naar de volgende punten van de... Is het reglement bijzonder erkenning opvanginitiatieven? En dan geef ik het stokje terug door. Ja, collega's, dat is een heel eenvoudig punt, hè, om mensen een fiscaal test te kunnen bezorgen, waarvan de kinderen, vermoed ik, een kamp of een workshop volgen, dan kunnen die initiatiefnemers op basis van dit reglement een erkenning afleveren, zodat ze een fiscaal attest kunnen afleveren. Ben ik juist, Tine? Dus we kunnen hierover stemmen. Eenparig goedgekeurd. Dank u, Tina. En dan hebben we nog een punt dat toegelicht wordt, eventueel door RAF. Wijziging gemeenteweg, buurtweg nummer 6. Ja, wij vragen hier vandaag eigenlijk de goedkeuring van de voorlopige vaststelling van de voorlopige rooilijn. Na de laatste openbaar onderzoek zijn er bezwaren gekomen. We hebben die grotendeels kunnen wegwerken en dit is eigenlijk het resultaat ervan. Als je ook de plannen kan zien, zijn er ook heel veel nog veranderingen gedaan. En bij deze vragen wij hier de goedkeuring. Als er nog vragen zijn. Ik zie geen vragen rijzen af, dus Luc vraagt het woord. Luc, u heeft het woord. De bezwaren, die hebben we niet als kennisname gehad. Maar is nu de bedoeling dat we na deze beslissing dat er terug een openbaar onderzoek komt? Ja, dus nu komt er eigenlijk naar dus je hebt het eigenlijk over de bezwaren van het vorige openbaar onderzoek. Dus een openbaar onderzoek. En jullie mensen... gaan ervan uit dat die verwerkt zijn in dit. Ja, en dan komt er terug een openbaar onderzoek. Kunnen mensen terug een bezwaar eigenlijk indienen? 30 dagen wordt dan meegepakt en dan komen dan eigenlijk normaal gezien
februari, maart met een definitieve rooilijnplan. Nu, voor deze gemeenteraad, het was op zich al een hele zware brok. En deze plannen lezen, gewoon op een laptopje. Ik weet niet hoe beslagen dat jullie erin zijn. Ik heb een poging gedaan, maar dan moet je dat echt leggen uitvergroten stukje per stukje. Ik heb daar wel wat vragen bij, maar ik ga de gemeenteraad daar vandaag niet mee belasten. Wij willen ook niet dat dit dossier verder vertraging oploopt. Dus we gaan ons onthouden, omdat we niet echt het volledig zicht op het feit hebben. Dus laat ons hopen, er komt toch een openbaar onderzoek. Ja. En dat de mensen die dan bezwaren hebben het ook laten blijken. Dus we gaan ons... Als je vragen heeft, stuurt een gerust, dan zal ik ze zo op antwoorden. Ja, de inneming zijn niet overal even breed en daar zal wel een logische uitleg voor zijn. Maar eigenlijk, om dat goed door te nemen, zouden de plannen moeten openleggen en daarover gaan. En anders zijn we hier voor 2 uur bezig en daar gaan we niemand een plezier mee doen, denk ik. Stuur me gerust door, ik zal wel... En als wij ons onthouden, dan is dat ook geen oponthoud voor het dossier. Nee. Er komt een openbaar onderzoek en alles kan gewoon verder gaan. Okay. Dat wordt geapprecieerd, Luc. Bedankt. Dank u. Dan kunnen we stemmen, collega's. Voor N-VA-fractie, Mensen met Mensen-fractie en Groen-Herselt-fractie en onthouding door CD&V plus 2230-fractie. Bedankt, Tine. Dus goedkeuring. Collega's, ja, dan overzicht actuele dossiers. Peter, ik weet niet of u zich geroepen voelt om nog eens een overzicht te geven. Hoeft niet, hè. Het hoeft niet? Oké, leuk. Het is een traditie dat we het de laatste gemeenteraad niet langer maken dan nodig. En het is ook vorige keer doorgegeven. U roept mij geroepen, maar ik voel mij niet. Velen zijn geroepen, maar weinig zijn uitverkocht. Oké. Mag ik de uitspraak van Luc, alluderend op de traditie, ook bevestigd zien bij Karen, Tim en Christophe? Dan kunnen wij... Mag ik toch... toevallig heb ik vandaag vernomen, en daarom uitzonderlijk een vraag stellen. Ik vernam dat jullie de openbare verlichting zouden uitdraaien volgend jaar of zo, 's nachts. Alles. Of ik weet niet hoe dat het juist had. Ik heb er iets half van opgevangen. Er was iets op RTV, blijkbaar. En hoe zit dat juist? Waar, wanneer, hoe? Kan dat toegelaten? Dat is toch wel... Maar dat heeft toch wel een impact op de bevolking. Sorry, Peter. Raf, oké. En daar willen we het bij houden ook, zeg maar. Oké. Okay. Dat is een mondelinge vraag dan. Nee, nee. We gaan de verlichting niet uitdoen. Normaal gezien, vroeger werd de verlichting ook gedoofd, 's nachts. Dus tussen 12 en 5 werd er gedoofd, helemaal. Ja. En behalve op de grote wegen en de kruispunten. Tussen 12 en was vroeger ook zo. Nu op de gaan kruis, we gewoon. De kruispunten niet, hè? Nee. Dus alle kruispunten die en de belangrijke wegen eigenlijk, die blijven verlicht. De rest was gedoofd eigenlijk van 12 tot 5. Nu, voor de energiebesparende maatregelen, is er eigenlijk dan ook wel intergemeentelijk eigenlijk beslist. Want we hangen ook af van verschillende schakelkasten. We kunnen heel moeilijk zeggen, afluvius van Herselt alleen. Dat is niet zo gemakkelijk. Hebben we beslist eigenlijk om de doving eigenlijk 1 uur vroeger te doen. Ja, dus vanaf 11 uur tot 5. Dat is het enige verschil. Maar op de kruispunten en de andere togingswegen zo, blijft het licht branden zoals het was. Dus alle lichten die vroeger om 12 tot 12 uur branden, die zullen nu tot 11 uur branden. En degene die langer blijven branden... Die blijven langer branden, dat blijft hetzelfde. Oké, want dat is... Maar ik heb het ook maar half gehoord, dus vandaar de bedankt voor de verduidelijking. Geen probleem. Oké. Okay. Collega's, dan... Excuses, Christophe, ik had u niet zien opdagen. Ja, ik zou toch nog één ding willen toelichten eigenlijk vanuit het college. Welk?
Vanuit de actualiteit is er heel veel te doen rond cybersecurity. Ik denk dat dat wel interessant is om even toe te lichten. Geen enkel systeem is 100% onfeilbaar, want je werkt met mensen, er moet maar één mens zijn die dan een geïnfecteerde link aanklikt en je hebt een virus in het systeem. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je zoveel mogelijk kunt doen om proberen te voorkomen dat iemand met slechte bedoelingen in ons systeem probeert binnen te dringen. En dat proberen wij als goed bestuur natuurlijk ook te doen. We hebben als bestuur ook duidelijke keuze gemaakt in het begin van ons meerjarenplan om een extra informaticus aan te nemen. En we hebben ook een duidelijke keuze gemaakt om extra investeringen in een verouderde IT-infrastructuur te doen, die dat echt wel dringend nodig was, omdat die wel wat achterliep. Dit jaar zijn wij daarin verder gegaan en hebben onze mensen, het gemeentepersoneel, een extra opleiding genomen van een cybersecuritybedrijf. Een klassieke opleiding met heel wat praktische voorbeelden. Maar die worden sindsdien ook elke dag... krijgen ze automatische phishingberichtjes via een e-learning platform waarin dat elke werknemer op zijn eigen unieke manier kan leren. Als hij in de val trapt van een phishingmail, dan krijgt hij de volgende keer gemakkelijkere. Gaat hem verder, dan krijgt hij er moeilijkere om zo eigenlijk te leren die phishingmails te ontwijken en te leren. We zijn daar één van de pioniers van in de Kempen en dat mag ook wel op ons doet gestoken worden. VVSG heeft ook een aantal aanbevelingen aan besturen gedaan om een audit te doen, om een stresstest eigenlijk te laten doen. Wij hebben vorige maand al de ethische hackers van HoWest op bezoek gekregen. Die hebben onze gemeente ook een stresstest laten ondergaan, waar de eerste bevindingen redelijk positief waren, maar er volgt nog een uitgebreid feedbackgesprek waarin de resultaten dan worden meegedeeld en dat wij echt een effectieve analyse kunnen doen en een aantal zaken nog kunnen gaan verbeteren. En ja, voor de rest kunnen we natuurlijk ook niet alles meegeven, want dan wordt hier gelivestreamd en voor hetzelfde geld... ja, goed. En daarop aanvullend in de informatieveiligheidscel met Hulshout en Westerlo, in samenwerking met een DPO en de welzijnszorg Kempen, wordt er eigenlijk gekeken of dat we in een crisissituatie moesten wij of moest Westerlo of moest Hulshout aangevallen worden om een minimale dienstverlening aan de inwoners aan te bieden. Zo zijn we eigenlijk al voorbereid en wordt die oefening ook al gedaan. DIST bijvoorbeeld is ook naar Scherpenheuvel vorige week gegaan om daar... die hebben een aantal lokalen ter beschikking gesteld. Dus we willen op dat vlak ook al wel voorbereid zijn. En dat vonden we toch wel een heel belangrijke mededeling, zeker naar aanleiding van de actualiteit. Bedankt, Christophe. Ja, collega's, dan rest mij de laatste gemeenteraad van het jaar af te sluiten. Met dank aan onze inwoners ook en de mensen die hier aanwezig zijn voor de belangstelling, voor de werking van onze raden en natuurlijk ook iedereen van harte vredige kerstperiode toegewenst en een zeer mooi 2023. Tot volgend jaar, zou ik zeggen.